Ik ga u voor in het ambtsgebed van de gemeente Twenterand. Ik wacht gewoon rustig. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik open de raadsvergadering van 18 december en heet u allen van harte welkom. De raadsleden, leden van het college, u op de publieke tribune en ook als u meekijkt, meeluistert. Ik hoop dat we samen een goede vergadering zullen hebben. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Jager en de heer Reusken zal waarschijnlijk later komen. De volgende vraag die ik altijd heb is, heeft iedereen de presentielijst getekend? Nou, het gaat steeds beter volgens mij hier in de raad. Dus. Dan, voordat ik toekom aan het agendapunt vaststelling van de agenda, wil ik eerst, dat hebben we net in het presidium zo afgesproken, en het raadspresidium is het overleg van fractievoorzitters, ook ter voorbereiding van deze vergadering als het gaat om procedures, hoe doen we de bespreking op de beste manier, is er afgesproken dat namens het college eerst een inleiding gegeven wordt, een reactie wordt gegeven over de situatie bij het punt waarvan u als raad een brief heeft ontvangen. Op basis daarvan zal de heer Veldmeijer kijken of hij nog aan het eind van de vergadering of nu een motie vreemd aan de orde wil indienen over dit onderwerp. Dus vandaar deze wijziging van de procedures, maar het is met goedvinden van het hele raadspresidium. Dus ik vraag wethouder Paters of u namens het college in wil gaan op datgene wat er om en in het punt aan de orde is. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. En ik voldoe uiteraard graag aan het verzoek zoals dat uit het presidium gekomen is. We hebben allemaal kennis genomen van het artikel in de krant en ook van de brief van de dorpsraad. En naar aanleiding daarvan heeft er vandaag een overleg plaatsgevonden. Het overleg stond gepland voor 10 januari en is naar voren gehaald. Dat was een overleg met mensen van het punt, Zorgzaam, Radar, de jeugdagent en gemeente Twenterand was aanwezig. En daar is stilgestaan bij de situatie tot nu toe en de oplossingsrichting. Het blijkt dat vanaf 2015 op en af er overlast, last is van jongeren. En dat geen last is die zich laat kwalificeren als, crimineel. Dat wordt meer getypeerd als katterkwaad. Dan wat anders. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te noemen. De laatste tijd, en dat is ook de reden dat wij er nu over spreken, is de overlast weer toegenomen. En dat ook bezoekers en gebruikers van het punt er last van hebben. Het is kliergedrag, hinderlijke aanwezigheid en lichte vormen van vandalisme. Politie en ook de gemeentelijke BOA hebben op grond van de APV overigens voldoende mogelijkheden, ik hecht eraan om dat te zeggen, om op te kunnen treden tegen hinderlijk gedrag buiten het punt.
binnen het punt is de organisatie in beginsel zelf verantwoordelijk. Met andere woorden, men moet baas in eigen huis zijn. Wat is er afgesproken? Het punt, en dat zijn een aantal zaken, voorzitter. Het punt zal de huisregels nadrukkelijk communiceren en ook handhaven. Er zal een bijeenkomst met de betreffende groep jongeren worden georganiseerd door het punt. En het punt wordt daarbij ondersteund door het jeugdwerk, dus zorgzaam, en het straathoekwerk en de politie. Vervolgens, na die bijeenkomst, zullen ook de ouders van de betreffende jongeren individueel benaderd worden door het punt en het straathoekwerk. Overigens zal daarbij de politie niet aanwezig zijn. Voorkomen dient te worden dat er hanggedrag voor het punt ontstaat. Daartoe zullen ook wat bordjes geplaatst worden met een tekst gelijk aan dat het verboden is zich zonder redelijk doel op te houden. Omdat je merkt dat met name het hinderlijke hanggedrag voor het punt door bezoekers en gebruikers als confronterend wordt ervaren, en dat is wat we toch vooral niet willen. Verder is afgesproken dat de medewerkers van het punt een training gaan krijgen hoe om te gaan met jongeren, /pubers. Daarvoor wordt een gespecialiseerde trainer benaderd. Politie en BOA zullen blijven doen wat ze al deden. Dat is namelijk dat de locatie meegenomen wordt in de surveillance. En ook de straathoekwerker zal de locatie nadrukkelijker in de gaten houden en met de jongeren in gesprek gaan over hinderlijk gedrag. En wanneer, voorzitter, die situatie met de maatregelen zoals die nu genomen gaan worden niet verbeterd, kan er, en we hopen dat dat niet nodig zal zijn, een zwaarder traject ingezet worden. Bijvoorbeeld het flashback-project van HALT, wat eerder is ingezet in Twenterand. Maar het is goed om te melden dat een dergelijk traject op dit moment nog niet aan de orde is. Dat zijn de maatregelen zoals die nu genomen gaan worden. En het spreekt voor zich dat de partijen die vanmiddag met elkaar gesproken hebben dat ook zullen blijven doen. En ook redelijk snel in het nieuwe jaar opnieuw met elkaar om tafel gaan om de situatie te bespreken en ook de voortgang van de maatregelen in de gaten te houden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel voor deze reactie namens het college. Ik zit even te kijken naar de heer Veldmeijer of u nog een korte schorsing voor uzelf wilt. Nee, dat is niet nodig. Ik zie u schudden. Dat is niet nodig, want dan ga ik gewoon verder met de agenda, met de vaststelling van de agenda. Er is in het raadspresidium ook afgesproken, omdat niemand het woord hoefde te voeren, dat agendapunt 14, het voorstel over het centraal tellen, dat het naar de akkoordagenda gaat. En we besluiten dan over het nieuwe gewijzigde raadsvoorstel daarbij, want daarin is veranderd dat het centraal tellen van de stemmen voor het Europees Parlement op maandag plaatsvinden. Dat was absoluut niet zo verwoord en niet de dag erop. Ik geef ook aan dat bij agendapunt 16 we het debat zullen voeren. Dat is over de algemene plaatselijke verordening over de nieuwe tekst, waarin een tweetal onderwerpen zijn toegevoegd naar aanleiding van de raadsdebatten. Ik kijk dan naar of wij agendapunt 14 bij de akkoordagenda, agendapunt 16 over de nieuwe tekst. En dan ga ik kijken of er nog moties vreemd aan de orde zullen worden ingediend. Want die worden dan op dit moment ingediend. Heer Veldmeijer, u heeft uw wens. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben twee moties vreemd. De eerste motie is motie vreemd onderzoek windmolens grensgemeenten. En motie vreemd stop overlast hangjongeren. Dank u wel. Dan ga ik eerst naar motie vreemd over de windmolens. Kijk de raad rond of die toegevoegd kan worden aan de agenda als punt 17a. Conform het reglement van orde. Ja? Dan is dat zo. Dan ga ik naar het onderwerp, het punt. Kan die toegevoegd worden als agendapunt 17b? Ja. Dan is al dus besloten. Dan
Dan ga ik naar het volgende agendapunt. Dat is het agendapunt Vraag een half uurtje. En de heer Huisjes zal namens de ChristenUnie gebruik maken van het Vraag een half uurtje. Aan u het woord. Ja, voorzitter, bedankt. Wij willen een vraag stellen over de doorstroming van verkeer Vechtbrug in Ommen. Op 21 november stond er in de Stentor een artikel over de Hessel-Mulletbrug. Veel mensen uit onze gemeente die de Vecht over moeten gebruiken deze brug en uiten daarover hun onvrede. Met name voor de kern Den Ham is dit een veel gekozen route. Omdat de verkeersinrichting op een bepaalde manier is ingericht, leidt dat ontegenzeggelijk tot verkeersproblematieken en die zijn bekend en erkend. Daar moet de automobilist heel veel geduld hebben om via dit punt op de plek van bestemming te komen. En als mogelijke oplossing voor onder andere Twenterand wordt hier genoemd een afwikkeling van het verkeer vanaf de Manitoba-rondtonde. En ook diverse partijen uit de gemeente Ommen noemden dit punt bij de algemene beschouwingen in de afgelopen maand. Bij de provincie heeft de ChristenUnie in de persoon van Jan Westert ook gewezen op de slechte verbinding naar onder andere Twenterand. En op social media gaf wethouder Harmsen onlangs aan over deze kwestie. Binnenkort maar eens even bespreken met de wethouder van Ommen. En heeft de ChristenUnie hierover de volgende vragen. Heeft de wethouder deze bespreking met de gemeente Ommen inmiddels uitgevoerd? En zo ja, wat is hier uitgekomen? Kan de gemeente Twenterand in deze kwestie iets voor haar inwoners betekenen? Misschien op provinciaal niveau? En zo ja, wat dan? In vraag 3, raadslid Frans van der Moorn uit Ommen pleit voor een regionale aanpak. En wordt het voor Twenterand dan niet tijd om hierop in te spelen? Zover. Dank u wel. Dan even voor de goede orde. De wethouder Harmsen zal zo antwoorden namens het college. En dan krijgt u nogmaals het woord om aanvullende vragen te stellen. Dan krijgen de andere raadsleden de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. Reageert het college en dan is deze ronde van het vragenhalf uurtje afgerond. Wethouder Harmsen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Vraag 1, of ik gesprek heb gehad. Ik heb op 6 december heb ik een gesprek gehad met de wethouder van Ommen. En het mooie is dat zij bij ons op bezoek kwamen en dachten voor de burgemeester van Ommen, bij onze burgemeester. Die heeft het ook aangekaart en op 6 december is de wethouder, de portefeuillehouder, bij mij op bezoek geweest. Omdat hem ook al bekend was dat wij hier graag ook wat mee willen gaan doen. Ommen die heeft het inderdaad aangekaart. Die wil het ook op provinciaal niveau willen zij het inbrengen. En ze hebben eigenlijk aan ons gevraagd van kunnen jullie ons steunen in deze zaak? Want erkennen en herkennen jullie in de problematiek? Nou, ik heb dat ook toegezegd dat wij zeker Ommen daarin zullen steunen. Dus dat heeft nu nog niks te maken met financiën. Maar als wij het op de agenda willen krijgen binnen de provincie, is het wel fijn dat een aantal omliggende gemeenten inderdaad ook de problematiek herkennen. Dus die bespreking is geweest. Dus daar was de wethouder van Ommen content mee, met onze steun. Kan de gemeente Twenterand in deze kwestie iets voor haar inwoners betekenen? Nou, eigenlijk heb ik daar net al antwoord op gegeven. Dat betekent dat Ommen ook daadwerkelijk aan de slag moet, ook richting de provincie. En dat wij kijken hoe wij kunnen aanhaken. Maar het is inderdaad, het blijft een probleem voor de gemeente Ommen zelf. En wij hebben daar als gemeente Twenterand natuurlijk wel last van verkeershinder. Maar wij zullen kijken wat we daarin kunnen gaan doen. En op ambtelijk niveau wordt er op aangesloten. Dus die contacten die zijn of worden al gelegd. Nou, raadslid Frans Moor van Ommen van de Moorden uit Ommen pleit voor regionale aanpak. Nou, volgens mij heb ik dat net ook al aangegeven van als wij provinciaal op willen gaan pakken, dan zullen we daarin met een aantal gemeenten zullen we dat op de agenda moeten gaan zetten. Dus daarom is Ommen dus bij mij geweest. En regionaal, dat versta ik meer van provinciaal. Want als we kijken naar de regio, dan zie je Twente. Ommen ligt weer binnen IJsseland. Dus laten we vooral binnen de provincie kijken wat daarin mogelijk is. Dank u wel, wethouder Harmsen. Dan kijk ik in de heer Huisjes of die nog een aanvullende vraag heeft. Ja? Dan mag u zo naar het gesprekstoel om uw aanvullende vraag te stellen. Ja, bedankt voorzitter. Hoe worden wij weer meegenomen als raad?
als het bij de provincie komt of als u het best daarvoor gaat doen. Koppelt u dat terug naar ons? Ja? Lijkt me wel. Oké. Okay. Oh, nou grijpt de voorzitter even in. Dit gaat even, ik hou niet zo van onderrondjes. De heer Huisjes vraagt of u het terugkoppelt, wethouder. Ik ga nog even kijken of er nog andere aanvullende vragen zijn. Dan kunt u terugkoppelen aan de heer Huisjes, zeker aan de hele raad. Is er nog iemand anders van de raad die een aanvullende vraag heeft over deze situatie in Ommen? Ik kijk naar mijn rechterkant, ik kijk naar mijn linkerkant niet. Wethouder, dan aan u het woord om een reactie te geven op de vraag van de heer Huisjes. Ja, dat lijkt me wel, voorzitter, dat ik terugkom met een terugkoppeling. Dan heeft u een toezegging en wanneer, dat komt wel even later. Dat lijkt me handig, want ook u mag geen aanvullende vragen meer stellen. U heeft net die kans gehad. Ja, deze voorzitter is soms wat streng. En er is een toezegging gedaan dat de wethouder zal terugkoppelen. Ik kijk naar de volgende die gebruik wil maken van het vraag een half uurtje. Dat is de heer Veldmeijer, aan u het woord. Maakt de volgorde nog uit, voorzitter? Ik ga nu over. Okay. U wil twee keer vragen stellen, maar u neemt één en dan is de andere de tweede. Dus zo werkt het hier. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk is in grote paniek. Ze is als de dood dat een andere partij met een subsidie vandoor gaat. De energietransitie, ofwel de groene leugen of het groene bedrog, draait op subsidie. En dan moet je snel handelen voordat een andere graaier en met het belastinggeld vandoor gaat. Niks geen milieudoelen, niks geen klimaat willen redden. Nee, het is als 1 minuut gratis winkelen of als de dolle dwaze dagen in de bijenkorf. Je moet snel handelen. Zie hier het voornemen om windmolens neer te zetten in de natuur en bij huizen in Vroomshoop, compleet van het padje af. En geld, zeker gratis geld, doet rare dingen met mensen. De PVV wil 0 molens en ook geen onrendabele molens van maximaal 25 meter, zoals GBT in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. Het ziet er bovendien niet uit, de omgeving wordt verpest en de huizen zullen in waarde kelderen. En de PVV wil graag nu een standpunt van dit college. Voorzitter, in het verkiezingsprogramma van GBT staat dat, ik zei het al, windmolens niet hoger mogen zijn dan 25 meter. En door de heer Laarman is dat de afgelopen vergadering nog eens een keer bevestigd, dat men daaraan wil handhaven. En in het coalitieakkoord zat er echter niets over. En gezien de samenstelling van dit college zal GBT, denken wij, willen vasthouden van het voornemen van die verkiezingsbelofte om windmolens niet hoger dan 25 meter te laten uitrusten. En de vraag aan de wethouder is of zij dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk reeds op de hoogte heeft gebracht dat het geen kans van slagen heeft als ze met het voorstel komen. Met andere woorden, die plannen kunnen meteen de prullenbak in. En als u dat niet heeft gedaan, waarom niet? En gaat u dit nog doen? En om mogelijke misstanden een einde te maken, voorzitter, er komen toch geen, en die bevestiging zou ik graag van de wethouder willen horen, toch geen windmolens die hoger zijn dan 25 meter. En tenslotte, voorzitter, wat is het standpunt van het college dus in zaken windmolens, bijvoorbeeld qua hoogte? Dank u wel. Ik constateer dat een aantal vragen anders zijn als dat vooraf bij mij schriftelijk zijn ingediend. Dan heb ik andere, dus ik hoop dat de wethouder dezelfde heeft als dat de heer Veldmeijer indiende. Daar krijg ik een bevestiging van. En de wethouder, zoals ik al aangeef, het vragenhalfuurtje is gericht voor vragen richting het college. Wethouder Van Appema, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank. De vragen zijn hetzelfde die wij ook via de Griffie al ontvangen hebben. Dat is ook altijd handig voor de ambtelijke voorbereiding. Alleen de inleiding die was nog toegevoegd, dus daar hebben wij nog even goed naar geluisterd, voorzitter. 5 vragen. Ik zal ze namens het college kort beantwoorden. Heeft u de dorpsraad Vroomshoop reeds op de hoogte gesteld dat molens hoger dan 25 meter niet mogelijk zijn? Nee, voorzitter, dat hebben wij niet gedaan om de reden dat er geen verzoek ligt bij het college op dit moment. Het is eigenlijk ook al een antwoord op de volgende vraag. Gaat u dit nog doen? Nee, op dit moment is er geen aanleiding om dat te doen, want er ligt nog geen verzoek.
En het mogelijk misverstand wat de heer Veldmeijer zegt, hij wilde eigenlijk bevestigd zien. En het antwoord van het college, het is aan de raad om daar uitspraken over te doen. En de laatste vraag, wat is het standpunt van het college in zaken windmolens? Het collegeprogramma zegt daar niets over. Dat zal u ook niet verrassen, want u kent allemaal het collegeprogramma. Het collegeprogramma zegt wel een aantal andere dingen. Onder andere over participatie. Hoe wij dat met inwoners ook vorm willen geven. Over zaken die de gemeente ook raken. En het college doet ook een aantal uitspraken in het coalitieprogramma over duurzaamheid en opwek van hernieuwbare energie. Voorzitter, dat was de beantwoording. Dank u wel. Ik heb nu ook de goede vragen voor me, meneer Veldmeijer. Sorry, maar ik had toch de verkeerde niet gehad. Aan u het woord om aanvullende vragen aan het college te stellen. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Gezien de reactie van de heer Alsinga op social media komen die er dus niet. Maar stel dat die dorpsraad daar wel mee komt, windmolens van 130 meter... of de snoot 35 meter. Stel dat ze wel met het voorstel komen. Wat doet u dan? Even voor de duidelijkheid. Stelvragen houdt deze voorzitter niet van. Dus daar hoeft ook wat mij betreft een collegelid niet over te praten. Want dat is geen collegestandpunt daarover in te nemen. Dus de heer Veldmeijer, u heeft nog een aanvullende vraag aan het college. En dan geef ik de andere raadsleden het woord om ook aanvullende vragen aan het college te stellen. Nou, voorzitter, op het moment dat bekend wordt in de media dat er eventueel windmolens tussen de huizen komen te staan of bij een voetbalclub, dan krijg je beroering in de gemeenschap. En dan denk ik, dan is de politiek aan zet om eventueel die onrust weg te nemen. Dus vandaar ook mijn vraag, want op het moment dat het college geen duidelijk standpunt inneemt, dan gaat de dorpsraad inderdaad bezig met het verder ontwikkelen van de plannen. Dan krijg je nog meer onrust. Dus ik vraag, en ik vind dat een hele legitieme vraag, voorzitter. Stel dat de dorpsraad met zo'n voorstel komt. Wat zegt het college dan tegen zo'n voorstel? Dank u wel. Dan kijkt de raad rond of er nog aanvullende vragen aan het college zijn. Wethouder, aan u het woord. Oh, ik ben te vlug. Mijn excuus, de heer Jonker. Excuus, ik ben blij dat iedereen mee helpt. Aan u het woord, meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Heel kort, de wethouder die gaf net ook aan de participatie. En we hebben onlangs ook een debat gehad over duurzaamheid. En toen gaf u ook aan dat wij, of Twenteland ook in gesprek is met 14 andere gemeenten. Maar ik denk wel dat de PVV een punt aansnijdt, maar dat komt natuurlijk heel vaak weer terug. Maar het gaat erom van hoe worden de belangen van de burgers meegenomen. En ik denk dat daar wel goed is dat het college daar een voorzet geeft van dat daar burgerparticipatie heel erg belangrijk is. Want daar zie je het in andere gemeenten namelijk ook misgaan. En zie je het in Dalen, zie je het in Staphorst. Dat gaat te vaak fout. Dus daar een richtinggevende uitspraak te doen, dat vinden wij wel op zijn plaats. Zeker richting de inwoners van Twenteland. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Kijk er even heel. Ja, wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank. Ook dank voor de aanvullende vragen richting de heer Veldmeijer, die natuurlijk eerst met zijn vragen kwam. Eigenlijk zou ik het antwoord willen herhalen. Ik wil best antwoord geven op een stel dan of een als dan, maar het antwoord is in principe hetzelfde. Als er een voorstel ligt, dan zal... Meneer Veldmeijer, interrupties mogen niet tijdens het vragenhalfuurtje. Ja. Als er een voorstel ligt, voorzitter, dan zal het college dat op zijn merites beoordelen. En nogmaals, het collegeprogramma doet hier geen uitspraken over. En dat is toch leidend voor de coalitie zoals die hier nu zit. Dus dat op de vraag van de heer Veldmeijer, op de vraag van de heer Jonker. Voorzitter, ik weet niet hoe streng u bent, zeg maar, bijvoorbeeld vragen een half uurtje. Het is natuurlijk een iets ander onderwerp dan... Ja, de heer Jonker gaf aan, zo vertaal ik, een burgerparticipatie in het kader van de windmolens. En daar heeft u ook in uw eerste termijn al iets over gezegd, volgens mij. Nou, prima.
Dan zal ik aangeven dat dit voor het college inderdaad een heel belangrijk punt is. Ik wilde eigenlijk even citeren uit het coalitieakkoord. We willen namelijk ook inwoners uitdagen om mee te participeren in zaken vanuit het gemeentelijk domein. Zeg maar. Dat is een heel belangrijk item van deze coalitie. Dus juist bij zo'n onderwerp wat ruimtelijk heel erg raakt, zul je dit gewoon heel goed moeten doen. Dus ja, dat is een heel belangrijk punt voor dit college. Dank u wel. Dan is vraag een half uurtje over dit onderwerp is afgerond. Dan geef ik de heer Veldmeijer voor het volgende onderwerp het woord. En dat gaat over de Olle Bouw. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Nou, voorzitter, ik wou toch een opmerking maken. Nee, heel wezenlijk. Meneer Veldmeijer, twee termijnen, dat geeft het reglement van orde aan. Ja, maar dus we treden nu toch buiten de paden. Dan gaat u hier onderscheid maken tussen partijen. Veldmeijer. Ja, natuurlijk wel. Meneer Veldmeijer. Dan komt u later. U gaat met het volgende onderwerp verder. Goed, op het moment dat bekend wordt dat er eventueel een windmolen geplaatst wordt, dan dalen de huizen al in waarde. Want wie gaat een woning kopen met eventueel het gevaar dat er een windmolen plaatst? Wilt u houden aan uw onderwerp? Ik heb hier heel veel moeite mee. Als u dat weer doet, dan stop ik ermee en kunt u gewoon ook niet dit onderwerp aan de orde stellen. U houdt zich aan de regels die de Raad hier in Twente-Rand heeft vastgesteld. En dat vind ik ook dat er fatsoensnormen zijn die we hier met elkaar hebben afgesproken. En daar laat ik het even bij. Aan u het woord. Dank u wel. Voorzitter, naar aanleiding van de perikelen in de Olle Bouw in Westerhaar, de onvrede over het handelen van meanderwonen en de geslotenheid van deze organisatie, hebben wij een aantal vragen. We weten dat er inmiddels overleg is geweest en dat Meijande haar excuus heeft aangeboden voor de gebrekkige communicatie. Maar over de overlast door junks en alcoholisten hebben we niets meer vernomen. We hebben ook schriftelijke vragen gesteld en vanmiddag kwamen de antwoorden. Maar over de overlast in die straten is hier niets bekend. Dat komt bekend voor. Dus vandaar dat wij de volgende vraag hebben. Want als je kijkt naar een artikel van Dagblad Humantia van 21 november, dan ervaren mensen toch dagelijks en ook 's nachts overlast. En dan is het heel raar dus dat men hier in dit huis van niets weet. Maar we hebben de volgende vragen. Hoeveel junks en alcoholisten wonen er in de Olle Bouw? En wat betalen deze mensen eigenlijk aan huur voor deze woningen en energie? En ja, de vraag waaruit bestaat de overlast voor de normale mensen die zich wel netjes gedragen, daar komt geen antwoord op, dat weet ik nu. En we weten, voorzitter, dat handhaven niet het sterkste punt is van de gemeente Twente-Rand. Maar op welke wijze is nu meer zicht op de overlast door junks en alcoholisten? Wordt er meer gehandhaafd? Ja, eigenlijk kan ik het antwoord alweer invullen. De overlast is niet bekend. En dat is wel heel raar dat het wel bij de burgers speelt, maar niet bij het bestuur. Dus ik ga ervan uit dat ik op een aantal vragen een antwoord krijg, voorzitter. En dat is toch wel heel raar. Ten slotte, vraag 5. Wanneer deze overlast veroorzakende mensen niet mee willen werken aan een afkikprogramma, worden ze dan gekort op een uitkering? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Harmsen, die namens het college een reactie zal geven. De heer Harmsen, aan u het woord. Wethouder. Dank u wel, voorzitter. Toen ik vanmiddag nog eens een keer zat te worstelen met de beantwoording en ook hoe zetten wij zo'n wijk mooi op de kaart binnen onze gemeente, kreeg ik toch wel een beetje het gevoel wat ik destijds had bij het programma Danny zoekt problemen. Dat wij als raad eigenlijk verbaasd waren hoe iemand van buitenaf een gemeente op die manier neerzet, voor hem zijn hoop heeft neergezet op een bepaalde manier, waarvan we dachten, hoe is het mogelijk? Terwijl we met elkaar heel veel mooie dingen doen. Ook in Westerhaar gebeuren heel veel mooie dingen. Heel veel faciliteiten, een brede school van alles wat er staat. En ik zat vanmiddag ook eens even te zoeken op het beeld van, ja, wat is nou eigenlijk junks? Waar hebben we het dan over? Nou, toen eigenlijk kwam bij mij tevoorschijn. Hier heb je het over junks. Dit soort beelden. En toen denk ik van, ja,
is dit nou geen datgene wat daar aan de hand is? Want u schetst wel het beeld van junks, alcoholisten. En ook een buurt wat daar woont, die zegt van ja, wij waren ontevreden over de communicatie van Meijande. En Meijande heeft het ook erkend en gezegd van wij hebben dat niet goed gedaan, wij gaan het beter doen. Maar ook een buurt die aangeeft van als wij wisten aan de voorkant hoe de media met ons om was gegaan, terwijl wij een signaal wilden afgeven, dan hadden wij dit nooit gedaan. Want het zet onze wijk, onze Ollebouw, zet het op een bepaalde manier neer. Dan denk ik van ja, willen we dit als raad, willen we zo'n wijk, zo'n Ollebouw, waar gewoon keihard werkende mensen wonen, willen we die op zo'n manier neerzetten? Gaan wij dan het woord junks, gaan we dat noemen? Daar wonen gewoon gezinnen, daar wonen hardwerkende mensen. En toen zocht ik nogmaals, ik zocht op junks en toen kreeg ik dit soort beelden. Mensen met spuiten in hun armen en dat soort zaken. Ik denk, ja, willen we dat? Dus ik had ook wel enige moeite met het beantwoorden van deze vragen. Niet zozeer feitelijk, maar wel van, hoe gaan we als raad met onze dorpen om? Het is nu niet zozeer een programma wat van buiten komt, die bijvoorbeeld destijds Vroomshoop op een bepaalde manier heeft neergezet, waarvan ik echt baalde, want als raad hebben we iets moois neergezet. Maar nu gebeurt het hier. Dat kwetst mij, dat kwetst de inwoners, dat kwetst de inwoners van Westra. En ook Meijande die verbaasd is, Meijande die aangeeft van, wij hebben nu goed contact met de inwoners. We hebben het opgepakt, wij als Meijande hebben niet goed gecommuniceerd, dat realiseren wij ons. Maar we gaan het anders doen, we gaan het beter doen. Er zit een nieuwe directeur-bestuurder, er komt ook een nieuwe aan, een dame. Ze hebben gezegd van, wij gaan dit samen met de inwoners gaan we dit oppakken. Dan kom ik bij de vragen, hoeveel junks en alcoholisten wonen er in de Ollebouw? Ja, bij het college van BMW zijn hier geen cijfers over bekend. Alcoholisten, dat is eigenlijk een groot landelijk probleem, die zijn er. Maar wat is een alcoholist, hoe komen we daarachter? Nou, dat weten we niet. Misschien zitten er binnen de raad ook alcoholisten, dat zou kunnen. Wat betalen deze mensen aan huur en energie per maand voor een woning? Het college van BMW beschikt niet over de gegevens ten aanzien van de hoogte van de huur en de hoogte van de energierekening van bewoners van Ollebouw. Voor de hoogte van de huur verwijzen wij u naar Meijande Wonen. En waar het bestaat de overlast voor deze normale mensen? Ik denk, ja, wat is normaal, wat is abnormaal, wat is asociaal, wat zijn junks? Het zijn gewoon inwoners, het zijn kinderen van onze gemeente, het zijn inwoners van onze gemeente. En eigenlijk heeft u zelf het antwoord al gegeven. Er is bij ons geen overlast bekend. Ook een politie die daarover verbaasd was en zegt van ik wil nu met de inwoners in gesprek. We weten dat handhaven niet het sterkste punt is. Wordt er meer gehandhaafd? Nou, volgens mij heb ik daar net ook antwoord op gegeven. Als daar geen probleem is of het is bij ons niet bekend, wat misschien de inwoners wat anders ervaren, gaan wij daar geen extra toezicht en handhaving op plegen. Het zit hem in de communicatie hoe wij met die mensen omgaan. En met wij bedoel ik ook zeker Meijande en dat hebben ze ook beloofd om dat nu anders te gaan doen. Wanneer deze overlast veroorzakende mensen niet mee willen werken aan een afkeerprogramma, worden ze dan gekort op een uitkering? Ja, het lijkt inderdaad wel of daar een buurt zit vol met junks, vol met alcoholisten die wij in een afkeerprogramma moeten doen, in een soort buurtprogramma. Ik vind het jammer, maar wij zien het niet, dus of het is er niet wat ons betreft. En als het er wel is, dan gaan we graag met de inwonersstaat gesprek aan. En dat ligt dus ook bij de buurt daar, bij de politie. Maar wij gaan dit dus niet doen. Dus wij gaan niet zeggen van we gaan junks in een afkeerprogramma zetten. Dat zijn eigenlijk de beantwoording op de vraag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Dan geef ik de heer Veldmeijer een tweede termijn het woord om aanvullende vragen te stellen. En dan naar de andere raadsleden de mogelijkheid. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zien het niet, de woorden van de wethouder. Dat denk ik ook, dat u het niet ziet. En als u. Ik blijf het heel raar vinden, voorzitter. Als inwoners die daar wonen zeggen: het verpaupert hier. Het is net een ghetto. Een meisje van 3 jaar loopt met een flesje met GHB rond. Een man die loopt een koe na te doen, 's nachts. En mensen zeggen van. In lege huizen stoppen ze. Het zijn niet mijn woorden. Een rotzooi. Het is niet meer veilig daar. Er is sprake van gevaarlijk afval op straat. En nogmaals, de boel verpaupert.
En hoe kan het dan dat een wethouder van de gemeente Twenterand zegt, wij zien het niet, niks aan het handje, slaap maar lekker en morgen gaan we gewoon weer verder. Onbegrijpelijk in mijn optiek. U stelt geen aanvullende vraag, constateer ik. Ik kijk de verdere raadsleden naar rond. De heer Elziga heeft een aanvullende vraag. Oh, ik heb geen aanvullende vraag. Kijk, nu wordt een opmerking gemaakt. Mag ik dan nu ook een opmerking maken? Want die neiging heb ik dan wel. Ja, dat snap ik. Probeer uw opmerking in een aanvullende vraag richting het college te verwoorden. Geeft u een lange volzin aan het begin en dan stelt u een vraag aan het college. Nou, dan laat ik erbij, voorzitter. Ja. Het is een opmerking richting de heer Veldmeijer, ja. Niet richting het college. Dan pakken we dat in een later stadium op. Ik zie geen aanvullende vragen meer. Dank u wel. En ik denk dat we nog een keer doorpraten over het vragenhalve uurtje in de raad. Ik ga verder met het vervolg van deze agenda en ik ga. Hier een agenda voor mij. Ik ga naar de vaststelling van de verslagen van de raadsdebatten van 4 en 6 december 2018. Zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen? Kunnen we deze conform vaststellen? Dan is dat bij deze gebeurd. Dan gaan we naar de besluitenlijsten van 13, 20 november 2018 en 6 december. Waarbij door de fractie van gemeentebelangen Twenterand een wijzigingsvoorstel is ingediend op de besluitenlijst van 13 november 2018 om die als volgt te wijzigen. Direct onder het tweede kopje toezegging op pagina 8 de volgende toezegging op te nemen. Portefeuillehouder Koster zegt toe een kwartaalrapportage te gaan inleveren met externe inhuur. Daarbij geeft de portefeuillehouder aan dat de definitie van externe inhuur wel nader besproken moet worden. Ik stel voor deze toezegging op te nemen. Kijk de raad rond, iedereen akkoord. Dan wordt deze toezegging toch opgenomen in de besluitenlijst van 13 november. Ik vraag of iemand over het woord nog wil voeren over deze besluitenlijsten. Zo niet, dan is met de toevoeging van 13 november de besluitenlijsten van 13 november, 20 november en 6 december vastgesteld. Ik ga naar de ingekomen stukken. Wenst iemand met betrekking tot dit agendapunt het woord? Gaat u akkoord met de procedure voorstellen? Wenst iemand stemming? Dan is ook dit aangenomen, aldus besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. Dan eerst het voorstel met betrekking tot het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023. Wil iemand stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is dit voorstel aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 8. Bestemmingsplan buitengebied Twenterand, partiële herziening Leertendijk 14. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Is ook hier unaniem over besloten. Dan ga ik naar agenda punt 9. Bestemmingsplan buitengebied Twenterand, partiële herziening Nienenhoek 15 tot 17. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Is ook hier unaniem over besloten. Dan ga ik naar agenda punt 10. Controleverordening gemeente Twenterand 2018. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Is ook hier unaniem over besloten. Dan ga ik naar agenda punt 11. De herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting Roos. Wil iemand stemverklaring? Wil iemand stemming? Ook hier unaniem over besloten. Dan ga ik naar agenda punt 12. De integrale beleidsnota sociaal domein 2019-2022. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dat is ook hier unaniem over besloten. Dan ga ik naar agenda punt 13. De verordening jeugdhulp en de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Twenterand 2019. Wil iemand een stemverklaring? Dan is ook hier over deze twee verordeningen unaniem besloten. Dan ga ik naar agenda punt 14. Het centraal tellen van de stembiljetten voor de verkiezingen van 2019. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook hier unaniem over besloten. Dan ga ik naar de bespreekagenda. Dat houdt in dat daarover het woord gevoerd wordt door
gemeenteraadsleden. En ik ga naar agendapunt 15, bestemmingsplan actualisatie Vroomshoop het woongebied. En ik geef het woord aan de heer Elsega, die namens gemeente Belangen Twenterand als eerste het woord zal voeren. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. Voor ons dus bestemmingsplan actualisatie Vroomshoop woongebied. Ik heb namens GBT daar een amendement voor aangekondigd en dat is ook in het raadsdebat behandeld. En alle partijen hebben aangegeven het amendement te steunen. En het gaat eigenlijk over de eenduidige visie wat we hebben. En dan gaat het over de Koningin Beatrixlaan. Dat je aan de ene kant woningen hebt, de sleutel, dat wordt straks betaalbare jongerenhuisvesting. En aan de andere kant detailhandel en dienstverlening. En eigenlijk viel de Koningin Beatrixlaan 4 op. Dat het een hele speciale bestemming was geweest. En dat vonden we eigenlijk een sterfhuisconstructie. Maar ook niet passend in de visie van de Koningin Beatrixlaan. Dus daar hadden we zoiets. Dan moet je dat ook allemaal gelijk trekken. Vandaar dat wij een amendement hebben voorgesteld. En ik zal het voorlezen. Alleen, ik zit even te denken hoe ik dan moet doen. Want het is natuurlijk, als ik het over allemaal nummers heb en bestanden zetten, dan weet eigenlijk niemand waar we het over hebben. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er dus een bestemming van een pand op dit moment afbestemd is van een hele ruime bestemming terug naar een pure kapsalon. En wij willen dat juist ietsje ruimer hebben naar lichte dienstverlening. En dan moet je denken aan advocatenkantoor, administratiekantoor en dat soort zaken. En dat is eigenlijk het beste voorzitter, dat ik die functieduiding ietsje ruimer omschrijf. En dat is eigenlijk het amendement. Dank u wel. Ik denk dat het zo goed verwoord is door u wat de kern is van het amendement, het wijzigingsvoorstel. Het amendement is een wijzigingsvoorstel, dus u geeft het goed aan. Dus het amendement wordt door u ingediend, begrijp ik, namens alle fracties. Alle fracties? Ik heb alleen één handtekeningetje niet en de heer Reusken is ziek. Dus, ja, de heer Reusken is er niet. Dus maakt het onderdeel uit straks van de beraadslagingen als het aan de griffier is overhandigd. En u geeft u verder het woord of bent u klaar? Ik ben klaar. Oké, dan geeft u het woord. Oh, de heer Veldmeijer. Oh, er wordt nog een handtekening gezet. Dan maakt dit amendement onderdeel uit van de beraadslagingen en krijgt het een nummer. En vervolgens wordt het gekopieerd voor u allen. Dan kijk ik nog even naar het CDA of iemand het woord wil. ChristenUnie, de heer PVV, de heer Kobus. Nee? Dan wacht ik even tot het amendement of kan de heer Koster namens het college... U voert het woord namens het college over dit agendapunt. Wethouder Koster. Kunt u dat zo doen of wilt u even wachten tot het amendement rondgedeeld is? Ja, dat gaat zo vlug. Het amendement door de hele raad gaat echt heel vlug. Dus we wachten even op het amendement. Dan zal wethouder Koster een reactie geven namens het college. Het is geschorst, het is niet geschorst, het is heel stil. Maar als ik ga schorsen, gaat iedereen lopen, dus dat ga ik niet doen. Dus ik schors niet, wij wachten even op het ronddelen van het amendement, zodat de wethouder een reactie kan geven namens het college. Misschien kunt u eerst een amendement aan wethouder Koster geven. Dan kan die namens het college zijn verantwoordelijkheid nemen. Dan dat iedereen het amendement heeft ingediend, geef ik geen leespauze meer aan alle fracties, maar geef ik het woord aan wethouder Koster, nu het woord namens het college. En ik stel voor dat de raad weer aandacht heeft voor de wethouder. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, zoals ook in de raadsdebatten reeds aangekondigd en ook medegedeeld, hebben wij geen probleem met deze amendering van desbetreffende bestemmingsplan. Dus dat gaan we gewoon uitvoeren. Met andere woorden, als dit amendement wordt aangenomen, maakt het onderdeel uit van de besluitvorming en is het gewoon onderdeel uit van het voorstel. Ik kijk nog even voor een tweede termijn of iemand nog een tweede termijn wil. Niet, dan geef ik als eerste het amendement A21... Eenduidige bestemming Koningin Beatrixlaan 4, instemming. Wie wil een stemverklaring geven? Wie wil stemming? Dan is het amendement unaniem aangenomen. Dan ga ik nu naar het voorstel, inclusief het amendement wat aangenomen is. Wie wil daarover een stemverklaring? Wie wil stemming?
Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Omdat de algemene plaatsverordening een onderdeel is van mijn portefeuille, zal ik nu deze plaats verlaten. Dan ga ik even op de plek van de heer Reusken zitten. En dan zal de Nestor het stokje van mij overnemen om dit deel van het debat te leiden. Goed. Ik zie de portefeuille plaats heeft genomen in de kring van de raad. En ik kijk naar uw raad met betrekking tot het in behandeling nemen van de algemene plaatsing verordening gemeente Twenteland 2018. Wie van de fracties mag ik daarover het woord geven? Dat is de GBT-fractie, SGP-fractie, PVV-fractie. En dat is ook... Oké. Meneer Kulder, is dit een aanmelding of is dit... U meldt elkaar. CDA-fractie op. Goed, dan geef ik als eerste het GBT het woord. Aan u het woord, meneer Elsinga. Ja, dank u voorzitter. Nou, we hebben het de vorige keer in het raadsdebat over de algemene plaatselijke verordening een aantal dingen genoemd als gemeentebelangen Twenteland. Onder andere over de weesfietsen. En er is nog een reactie op gekomen, lezen wij van Alma, de reizigersvereniging, die zich heel... druk maakt op een goede manier om de spoorlijn geëlektrificeerd te krijgen, maar ook om dingen goed te regelen rondom fietsenstallingen en zo. En we vinden het heel goed dat het nu verwerkt is, dat het ook echt opgepakt gaat worden. Dat fietsen en bromfietsen op een gegeven moment een bepaalde periode staan, ze vervolgen van hoe lang duurt dat, en dat daar helemaal aan tegemoet gekomen is. Ook hebben we het over de spandoeken gehad, hè? Dat spandoeken mochten er alleen worden opgehangen. En, maar ja, dan ging iedereen een bouwhek erachter zetten of een dranghek. Dus waarom dan niet een bord van Trespa? Nou, u zegt ook van, nou dat kan nu ook. Dus wat dat betreft vinden wij dat ook een goede zaak. En, maar wat voor ons het belangrijkste was, is toch wel een tweede stap eigenlijk in het hondenbeleid. Het is de grootste ergernis in Twenteland. En vooral in Westeraar en Vromsoop, al jarenlang. En we hebben daar een behoorlijk item van gemaakt als gemeentebelangen Twenteland, maar ook de coalitie. Dat we dat gaan aanpakken. Eerst werd de hondenbelasting betalen als excuus gebruikt om de honden overal maar hun uitwerpsel te laten vallen. Dat excuus kunnen ze nu niet meer gebruiken. Want de hondenbelasting is immers afgeschaft, of dat wordt afgeschaft. Daar gaan we straks nog over de verordening iets over hebben. Maar nu is het geval, als mensen honden uitlaten, hoe kun je ze dan aanpakken? En wat we nu hebben toegevoegd, en daarvoor dank ik ook de portefeuillehouder, is dat je een deugdelijk opruimmiddel bij je moet hebben. En dat is een schep of een plastic zak. En als je een plastic zak niet bij je hebt, en of je de hond nu uitlaat of niet, want zo werkt dat ook in Groningen, dan kun je toch gewoon bekeurd worden. Hetzelfde als je bijvoorbeeld een identiteitskaart of een identiteitsbewijs altijd gewoon bij je moet hebben. Dus ook dat excuus gaat ook niet meer. Dus je laat je hond uit en je hebt het niet bij je, dan heb je een probleem. Eerst werd daar gewaarschuwd en daarna werd er ook echt opgetreden. Eén dingetje zou ik nog willen weten, voorzitter van de portefeuille, de burgemeester in dit geval. Maar wat zijn dan de boetes waar de mensen op kunnen rekenen? En wordt het nog gepubliceerd wanneer het ingaat en dat dit de boetes zijn? Dat is weer een stuk communicatie. Nogmaals, dit is voor ons als fractie een tweede stap. Daarna gaan we ook weer verder in het buurtbeheer, ook daar de mensen bij betrekken, wat meer sociale controle te krijgen. En ook e-spraak en dat soort dingen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Elsinga. Dan geef ik de CDA het woord. En wie mag ik het woord geven? Oh, mijn excuus. U hebt nog een... Ik zag u niet staan. Neem me niet kwalijk. Het pasje kwijt. Ja. Een interruptie van meneer Veldmeijer van de PVV-fractie. En nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen voor de heer Elsinga, voorzitter. Stel dat je straks over straat loopt met een Jumbo-tas met een halfje wit erin. En je loopt met de hond en je wordt aangehouden. Dan heb je een deugdelijk tasje bij je. Want je kunt met het tasje, zou je de drol kunnen opruimen. Wat gebeurt er dan op het moment dat zo iemand aangehouden wordt door de BOA?
En ten tweede betekent het ook dat mensen dan heel lang met een, ja, ik zeg het maar op zijn Hollands, met een drol in een plastic zak moeten lopen, omdat ze maar geen prullenbak tegenkomen. Gaat u daar ook wat aan doen? Meneer Elsgaard, niet woord. Ik hoop dat die boodschappentas van de Jumbo en de Koop en weet ik allemaal wat we hier hebben, dat die niet vol boodschappen zitten als u dat bij u hebt, want dat gun ik me dan niet, dat lijkt me niet lekker. Maar er zijn speciale zakjes, die kun je op de diverse plekken halen in Twenterand, maar je kunt ook gewoon zelf een zakje kopen. En ja, goed, wilt u dat doen met een Jumbo-tas, nou, dan doet u dat toch. Misschien is het een hond die heel veel behoefte doet, zou kunnen, ik weet niet of het niet past. Maar de andere vraag was, u had nog een andere vraag. Ja, ik ben zo vol van het rollen dat u dat vergeten bent. Nee, maar goed, ik begrijp dat je straks wel een discussie krijgt op straat. Wat is nou een deugdelijk middel om de poep op te ruimen, om het zo maar te noemen. Ja. En om mensen te verplichten om speciaal één zakje te halen, vind ik ook al. Wilt u nog even inloggen? Moeten mensen nou straks kilometers, zeker als je in het buitengebied woont, met een onderdrol in een zakje lopen? Dus in de winter is dat lekker warm. Maar omdat ze dan geen prullenbak tegenkomen, gaat u ook meer prullenbakken plaatsen? Meneer Elsgaard. Ja, voorzitter, dat hoeft in principe niet, want je kunt ook in een plastic zakje een knoop doen. Dus daar zal er geen lucht uitgaan. Dus als je de knoop er goed in doet, dan is dat geen probleem. En we hebben het ook over een schepje. En u heeft het over het buitengebied. En vaak in het buitengebied mag je door meerdere plekken de hond uitlaten. Maar je moet hem natuurlijk wel opruimen. Ja, en of je dan 500 meter loopt. Ik gun natuurlijk dat u een opruimbak heel dicht bij uw huis hebt. Maar als u wat meer moet lopen, goed voor de conditie. U wandelt weer even met de hond, die is ook weer blij. Wat gaat erom? U moet het gewoon bij u hebben. Net zoals de identiteitskaart. Want dan kunt u er al op aangesproken worden. En dat is de bedoeling van dit voorstel. Geen excuses. Het wordt gewoon verwacht. U hebt een hond. Dat betekent ook een verantwoordelijkheid. Oké, nog een afrondende, verhelderende vraag aan u, meneer Volmeijer. Ja, dat betekent toch, ben ik bang, voorzitter, dat je straks in elk struikje in tuinen van mensen een zak vindt met een drol erin, omdat er geen prullenbakken te vinden zijn. Dat kan ik u voorspellen. Dat is geen vraag, dus u mag erop reageren zoals u wilt. Aan u het woord. Voorzitter, ik wou dat ik zo goed kon voorspellen. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Ik ben geen helderziende. Maar uiteindelijk is het allemaal een eigen verantwoordelijkheid en een mentaliteitskwestie. En we geven hier alleen maar een handreiking voor de BOA's, voor de gemeente, om hier iets tegen te doen. Dat was het, voorzitter. En dat was tevens de afronding van uw termijn. Ik had inmiddels aangekondigd dat de CDA-fractie het woord mocht nemen, maar ik ben van gedachten veranderd. aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben tijdens de raadsdebat een uitvoerige gesproken op de APV. Alleen toen is aan de orde geweest dat wij samen met de VVD een amendement zouden maken ten aanzien van de OCB-verlaging van de vereniging. En daar hebben we nu van gezegd dat wachten we mee tot de kadernota. Ik zie aan meneer Koopers dat hij behoefte heeft om te reageren, maar doet u dat dan even aan die microfoon? Wilt u dat dan even aan die microfoon doen? Dan kan iedereen het horen. Als u wilt reageren in de kring van de raad, dan moet u het daar even doen. Komt straks. Even terugkomen op de zakjes waar we net discussieerden. Volgens mij is de regeling nu ook al dat je verplicht bent om gewoon zakjes te gebruiken. Om in ieder geval wat je hier achterlaat, dat op te ruimen. Het enige verschil wat nu GBT inbrengt is van op het moment dat je het niet doet, dat je daarvoor bestraft kan worden. Maar dat even ter aanvulling. Meneer Koopers, u maakte net een reactie in de krant en dat heeft niemand kunnen horen. Is dat voor de raad dat u in uw termijn heeft zich niet aangemeld? Oké, prima. Helder. Dan geef ik aan de SGP-fractie het woord. Voorzitter, dank u wel. We hebben tijdens het raadsdebat 4 december aandacht gevraagd voor vernieuwing van de taal. Dat speelt ook in onze gemeente. Ik ben ook blij met de stellingname van het college aan het begin van deze raadsvergadering. Op de brief van de dorpsraad. We hebben ook wat nader onderzoek gedaan op het gebied van, want ik werd natuurlijk al is het al voor de heer Walraven gevraagd of ik ook met een motie kom met een vloekverbod of onwelvoeglijk taalgebruik. Maar dat zal ik niet doen, want in het wetboek van strafrecht staan daar ook al wat artikelen over genoemd als het gaat over smaad
en over belediging en ook ambtenaren in functie, zoals de politie en dergelijke. Dus dit wil ik hier nog wel even gezegd worden en ook zeker de woorden van de portefeuillehouder. Het is geen dynamisch document en er wordt continu hard aan gewerkt aan de openbare orde en veiligheid. En daar zullen we natuurlijk ook goed in de gaten houden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker. En dan tenslotte de PVV-fractie die zich hier aanmeldt. U ziet daarvan af? Ja. Oké. Dan is er één vraag aan het college gesteld. En dat is wat technisch van aard van de GBT-fractie ter aanzien van de hoogte van de boetes. Maar misschien kunt u ingaan over het algemeen systeem van boetes. Ik geef aan u het woord, mevrouw Kornvijhouder, mevrouw Van der Kolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan geen antwoord geven op die vraag hoe hoog de boetes zullen zijn. Maar het zal vastgesteld moeten worden op een goede manier, zoals ook alle andere boetes worden vastgesteld. Dus, en zodra die boetes vastgesteld zijn door mij, als, zal ik het ook aan u meedelen. Maar ik zal ook heel zorgvuldig omgaan met het hele traject van hoe communiceren we daarover. En dat helpt ons ook alleen maar om te zorgen dat onze gemeente schoon en op een hele mooie manier blijft ook. En daar willen we met elkaar aan werken. Daar doet ook de BOA zijn best voor en ook de toevoegingen die nu in de APV zijn gedaan, helpen juist ook om onze gemeente mooi te houden. Of het nou gaat om weesfietsen. Daar zullen ook natuurlijk vervolgens beleidsregels voor gesteld worden. Waar kan het dan? He, waar gaan we dan ook fietsen verwijderen? Nou, dat is allemaal iets wat in januari aan de orde komt. En dat vervolgens ook op een zorgvuldige manier wordt gedaan. En het hoeft niet via uw raad. Maar als we een andere plek ook belangrijk vinden, kunnen we die ook wat makkelijker toevoegen dan het hele traject te gaan. Dank u wel. Dank u wel. Kijk de raad rond of er nog een behoefte is aan een tweede termijn, eventueel. Kant van het GBT. Geen tweede termijn. SGP, CDA, ChristenUnie, PVV niet. Goed, dank u wel. Dan geef ik het raadsvoorstel in behandeling. Ten aanzien van de stemming. Wie wil er een stemming? Dan kijk, uw raad rond, dan geef ik het voorstel in behandeling voor de algemene plaatselijke verordening. Wie is voor het voorstel? Algemene plaatselijke verordening. Wie is voor? Dat zei ik. GBT-fractie, ChristenUnie, CDA-fractie, SGP-fractie, PVV en VVD-fractie. PVDA GroenLinks is afwezig, dus met de algemene stemmen aangenomen. Het voorstel is aangenomen. Dan maak ik weer plaats voor de voorzitter voor de behandeling van het laatste agendapunt van vanavond. Ja, mooi. Elke voorzitter heeft weer zijn eigen manier om de raad te laten stemmen. En dat is ook altijd mooi om de raad helemaal bij de les te houden. Ik geef het agendapunt 17 in bespreking. Dat zijn de verschillende verordeningen met betrekking tot de tariefwijzigingen van de diverse belastingverordeningen 2019. Die geef ik in bespreking. Die kan ik daarvoor het woord geven. De heer Kobus, verder nog de heer Elsinga, de heer Kobus en nu het woord. Ach, sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Kelder was iets te vroeg net met zijn onderwerp, maar inderdaad. We hebben aangekondigd om terug te komen op de OZB-verhoging voor verenigingen. Nu hebben we daar wat vragen over gesteld. We hebben eigenlijk gisteravond pas antwoord gekregen uit dit huis over de hoogte van het gat enzovoort. Bovendien is er nog wat de uitleg door de VNG van het amendement uit de Tweede Kamer is ook voor meerdere uitleg vatbaar. Dus wij hebben nu nog geen amendement, maar wij hebben met de oppositie besloten om hier in de kadernoorde op terug te komen. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag nog dat ik net het woord voerde namens de heer Smelt. Ja, dat heb je ook natuurlijk nodig. De heer Elsinga, u wilt ook het woord. Aan u het woord. Ja, voorzitter Kort, ik ga even over de zwembadtarieven. Ik heb de vorige keer aandacht besteed aan de dagkaart en de badkaart. En dat zou uitgezocht worden. Ik heb er verder helemaal niets over gehoord. Of dat fraudebestendig dat je als je dus 's ochtends, 's middags gaat zwemmen en dat je dan 's avonds gewoon, en dat speelt vooral in buitenbad, de zandstuven, of aquapark moet tegenwoordig zeggen natuurlijk, of je dan met diezelfde kaart naar binnen kunt. En dat kun je dus als gevolg doen, wat nu ook wel is gebeurd, met een stempel op je hand. En volgens mij is dat een zeer fraudebestendig middel. Want als je gaat stempelen, dan heb je sowieso een mindere stempel en een spiegelbeeld. Dus dat zal niet lukken. Dus een vraag was
aan de portefeuillehouder, voorzitter, destijds van, kan dit? Want als dat zo is, dan moet misschien die verordening op die termen aangepast worden. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik nog de raad rond, niet? Wethouder Koster, aan u het woord. De heer Ulsinga heeft volkomen gelijk, heeft die vraag gesteld. Ik ben daar niet op teruggekomen. Dat laat onverlet dat we het wel in de organisatie hebben uit laten zoeken. Het is zo dat, stel je voor dat wij artikel 2 onder 1, waar sprake is van een kaart voor één bad, als we dat zouden gaan wijzen in een dagkaart, wat op zich mogelijk is, dat zou een trendbreuk betekenen, want dat hebben we eigenlijk de voorgaande jaren nooit gedaan. Maar het is mogelijk. En het is ook mogelijk om daarin een systeem te bedenken waarin je wel kunt zeggen van dat is fraudebestendig. En zo bijvoorbeeld met de stempel, maar ook op andere wijze kunnen. Dus ja, het is mogelijk, maar het betekent wel een trendbreuk met het verleden. Dus in die zin zijn we daar geen voorstander van. Dank u wel. Dan de heer Elsger heeft nog een aanvullende vraag. En uw wethouder, de heer Elsger heeft nog een vraag. Ja, voorzitter. Ja, om een tweede termijn mis te voorkomen. Ja. De heer Elsger, gaat u het woord. Ik denk blijf maar staan, want je weet maar nooit. Ik hou van trendbreuken. En we hebben in het coalitieprogramma staan kernachtig en veranderend Twenteland. Dus dit past daar heel mooi in, wat mij betreft, voorzitter. Wethouder, aan u het woord. Dan denk ik dat het goed is dat het voorstel, in ieder geval de tariefsverordening voor de zwembaden, dat er dan een amendement op komt en dat u onder 2.1, waar nu sprake is van een kaart voor één bad, dat dat gewijzigd zou gaan worden in een dagkaart. Meneer Els, ga ik kijken eventjes naar u, want ik denk ook dat we even dan heel goed naar de teamwaardekaart moeten kijken, maar dat is vanuit de voorzitter. De heer Elsga, aan dit woord. Voorzitter, die teamwaardekaart, als je dan over... Kijk, we hebben het over dagkaart en badkaart. En ik heb het hier over een badkaart. En ik heb de vorige keer aangegeven dat ik er graag antwoord op wilde, want dan kon ik een amendement voorbereiden voor dat ene woordje. Het gaat om bad en dag, het is maar 3 letters. En nu hoor ik, ja, dan moet ik een amendement indienen. Ik vind, ja goed, ik wil gerust schorsen en dan print ik hem uit en dan streep ik het woordje door. Maar moet het dan zo ver gaan of, want ik had vorige keer toch het idee dat het vrij simpel te doen was, maar... Ik wacht even, de reactie van het college af. De heer Kuilt heeft ook een vraag en dan is het misschien toch even goed om even goed te schorsen, want dit soort dingen moeten wel goed verwoord worden, dat er later niet onduidelijkheid over komt. De heer Kuilt, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Ja, wethouder, even op dit onderwerp, als we dagkaarten gaan dan in gewone kaarten, volgens mij hebben we dan ook een financieel verhaal. Want dat kan best wel een essentieel financieel verschil zijn. Ja, want als je nu 2 keer per dag gaat, moet je 2 keer betalen. Als je een dag gaat, maar betaal je 1 keer. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een financiële consequentie zou kunnen hebben. Daar heb u niet over gehad, maar dat lijkt me toch sterk dat dat niet zo is. Wethouder, aan u het woord. Ik kan de heer Kulder, wat de heer Kulder zegt, kan ik alleen maar beamen. Dat is het geval, ja. En als u mij vraagt hoeveel dat dan scheelt, daar kan ik u geen antwoord op geven, want dat weet ik niet. In hoe vaak er daar gebruik van wordt gemaakt. Ja, de heer Kulder, voor een aanvullende vraag. Maar even technisch gezien, als we dan een abonnement maken, moet er dan wel of geen dekking ergens voor zijn. Want dan zit je wel met het technisch verhaal nu. U zegt dan, in feite zeg je dan, we maken een amendement, maar die is dus met een blanco check. Wethouder, aan u het woord. Ja, zoals de heer Kulder ongetwijfeld weet, is het weer in Nederland vrij grillig. Dus het aantal keren dat er gebruik gemaakt wordt van een zwembad, dat is op voorhand niet te bekijken. Dus de ene keer zijn de inkomsten hoog en de andere keer zijn de inkomsten laag. Dus in die zin vind ik het voor een dergelijk amendement niet in de reden liggen dat daar een dekking bij wordt gezocht. Maar dat we dat gewoon opvangen. Zoals we dat normaal ook opvangen wanneer het slecht weer is, CQ heel mooi weer is. Meneer Kelder, dan zetten we dus de trendbreuk door dat we dus voor amendementen niet altijd een dekking hoeven te zoeken. Nou, voorzitter, volgens mij is dat een conclusie die wel erg voorbarig is, want ik geef aan dat bij de zwembadtarieven, nogmaals, de inkomsten daarvan zijn zeer afhankelijk van het weer en die fluctueren.
En derhalve acht ik het niet noodzakelijk om in dit geval een dekking daarbij te zoeken. En als meneer Kulder denkt dat dat een trendbreuk is, dan is dat voor zijn rekening. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ja, de heer, ja, ik zit even te kijken. De heer Elsegaar heeft nog een vraag. Want die heeft natuurlijk over het amendement eventjes, hè? Ja, voorzitter, dat was eigenlijk mijn opmerking. Dat zal ik dan wel moeten, want anders dan is er geen wijziging door. Nou, kijk, we hebben dit ingediend natuurlijk met de gedachte van, want nu wordt het ook al gedaan als je toevallig iemand achter de kassa zit. Dus dat wij vinden dat niet eerlijk. Je moet dat wel één lijn intrekken. Wij kiezen dan voor deze lijn. En laten we even eerlijk zijn, als je met 37 graden gaat zwemmen en je gaat s'avonds ook, je betaalt 9 euro. Ik vind dat, reken eens naar gulden, is 20 gulden. Dat is dan niet te geloven. Dat is gewoon een... Ik stel even voor, wethouder, dat we even schorsen, dat het college even overleg kan. Ik stel voor dat we even schorsen, dat we even in het college overleg kunnen hebben om te kijken van wat nodig is om dit op de rit te zetten. Ik schors voor 10 minuten. Ik heropen de vergadering. Tot iedereen zit, hè, natuurlijk. Anders dan heb ik geen quorum. Ook minder. Ik ga kijken of iedereen op zijn plek zit. Ik mis nog één fractie en een aantal fractieleden en ik mis nog een heel stuk van het college. Ja. Goed. Ik probeer iedereen weer op de plek te kijken. Te krijgen. En het is altijd lastig na een schorsing, maar het lukt ons tot nu toe nog steeds. En ik begin alvast met aan te geven wat in ons reglement van orde staat over mondeling iets aangeven. In artikel 35, wanneer het gaat over amendementen lid 3, staat elk tussen haakjes subabonnement moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. Ik maak gebruik van dit subabonnement, van deze subartikel bij de amendementen en ik geef eerst de wethouder het woord om aan te geven wat gewijzigd wordt, dat zien we als een amendement. Ik ga straks eerst over dit amendement stemmen. Dat vind ik wel zo netjes, want er kan iemand zijn die zegt van ik wil hierop tegenstemmen. Dus dan gaan we over het amendement. Dan ga ik in één keer over alle verordeningen, tariefswijzigingen stemmen in één keer. Dus zo gaan we het doen. Wethouder, aan u het woord om aan te geven wat er, kleine wijzigingen, wordt voorgesteld op basis van de discussie. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dan stellen we voor om artikel 2 onder 1 kaart voor 1 bad te wijzigen in kaart voor 1 dag. En artikel 2 onder 2, 10 badenkaart, te wijzigen in 10 dagen kaart. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan vraag ik of iemand nog het woord wil. Dan gaan we nu over tot stemming. En geef ik eerst in stemming het net door de wethouder ingediende wijzigingsvoorstel bij de verordening zwembadtarieven gemeente Twenterand 2019 om artikel 2 lid 1 en 2 te veranderen in 1 dag en een 10 dagen kaart. Wie wil hierover een stemverklaring afgeven? Wie wil hierover stemming? De heer Kulder, aan u het stemverklaring. Ja, stemverklaring. Ja. Meneer Kulder wil een stemverklaring. Ik ga even weer terug. Het gaat over het amendement. Of u daarmee eens bent om
Ja, om daar een stemverklaring voor af te geven. Nee, oké. Okay. Goed, dan stel ik voor dat het amendement unaniem is aangenomen. Dan ga ik naar alle verordeningen. Om die instemming te geven, vraag ik, wil iemand een stemverklaring? De heer Kobus, de heer Jonker, een stemverklaring. De heer Kobus, aan u het woord om een stemverklaring te geven. Ja, wij willen geacht zijn tegen de stemmen tegen de OZB-verhoging. Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Jonker, een stemverklaring. Dank u wel, voorzitter. Dit geldt ook voor de SGP-fractie, alleen tegen de OZB-verhoging. Dank u wel. Dan de heer Kuilder, aan u het woord. Wij willen een stemverklaring afleggen, inderdaad over de OZB-verhoging, maar ook over de onderbelasting. Omdat wij daarin tijdens het debat inderdaad ook al tegen zijn geweest. Over de OZB-verhoging en het afschaffen van hondenbelasting. Ja, voor alle duidelijkheid. Wil iemand nog verder een stemverklaring? Niets, dan ga ik over tot stemming van alle tariefswijzigingen, diverse belastingverordeningen 2019. Wie is voor? Is GBT, ChristenUnie, dat is SGP, is de VVD. Wie is tegen? Het CDA en de PVV. Het voorstel is aangenomen. Ik ga verder met de motie Vreemd. En dat gaat over de motie Vreemd, onderzoek windmolens grensgemeente. De heer Veldmeijer, ik geef u het woord. Even goed voor de procedure bij motie Vreemd. Bij motie Vreemd gaat over een onderwerp wat niet op de agenda staat. Het is ingediend, het is ter behandeling ook geaccordeerd. En we geven dat in twee termijnen, zoals als het nodig is, zoals ik ook bij anderen voorstellen. En ook het college krijgt de mogelijkheid om te reageren. Heer Veldmeijer, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een kop koffie drinken. Tot zover de intentie van onze wethouder. Koffie drinken met een D66-wethouder in Hellen. Koffie drinken met een D66-wethouder in Hellendoorn. Dit belooft niet veel goeds. D66 en windmolens, dit zijn twee handen op één buik. Of koffie drinken met wethouder Johan Koes in Wierde van CDA-huis. Ook het CDA heeft niets tegen windmolens, zolang omwonenden korting krijgen op de stroom. Vindt het CDA het prima, althans CDA Overijssel. De PVV is tegen windmolens, niets nieuws. En nog niemand heeft ons overtuigd dat windmolens een nuttige rol spelen in onze samenleving. En de PVV Twenterand, voorzitter, is gekozen door inwoners uit Twenterand. En dus dienen wij op te komen voor de belangen van onze kiezers. En onze inwoners en windmolens van 235 meter hoog zullen, als ze geplaatst worden in het gebied Daarlo-Hoog-Heksel, veel impact hebben op het leven van Twenteranders. Zo zullen deze Twenteranders te maken krijgen met een waardedaling van hun huizen, hun uitzicht zal worden verpest en ze zullen last gaan krijgen van het geluid, de slagschaduw en van de verlichting als het donker is. En de PVV verwijt overheden regelmatig dat er pas achteraf beleid wordt gevoerd. En vaak is er dan niets meer aan te doen. Het zijn veelal onomkeerbare processen, zo ook hier. Als die windmolens er eenmaal staan, is er de komende 15 jaar niets meer aan te doen. En daarom vindt de PVV-voorzitter een kop koffie drinken prima, maar niet genoeg. Wij willen weten, voordat de molens er staan, wat de impact zal zijn voor onze inwoners en wat de verdere consequenties kunnen zijn voor ook de gemeente. Denk aan planschadeclaims. Daarom dienen wij deze motie in, voorzitter. En de uitvoering kan prima plaatsvinden met een kop koffie erbij. En het dictum is, voorzitter, verzoekt het college van burgemeesters en wethouders om de vinger aan de pols te houden, daar waar het gaat om het proces in het gebied Daarlo-Hoog-Heksel, de beide grensgemeenten op de hoogte te stellen van de mogelijke nadelige effecten voor onze inwoners en in het bedoelde proces tijdig met een goed onderbouwd rapport te komen welke effecten de windmolens zullen hebben op het woon- en leefgenot van onze inwoners en de mogelijke waardedalingen van hun huizen. Tevens hierin opgenomen de mogelijke toekomstige planschades en het beleidsvoornemen hierop. En gaat over tot de orde van de dag, voorzitter. Dank u wel. De motie wordt ingediend en maakt onderdeel uit van de besprekingen.
Ik moet even kijken naar de volgorde. Nu eerst het college een reactie geeft. Griffier. Ik ben even het kwijt. Ja, het college. Het college krijgt het woord. Ik wist het niet meer helemaal zeker. Het stond niet zo duidelijk hier. Wel twee termijnen, maar niet eerst. Het college krijgt de mogelijkheid. En dan de raad. En dan het college niet nodig. En dan die nodig nog een keer de raad. Anders hebben we geen twee termijnen. Dus ik wil wel de raad voldoende gelegenheid geven om. Wethouder, u heeft de motie al. Dan geef ik u het woord. Ja. Voorzitter, dank. Dank voor het woord. Helder signaal van de PVV. Nadat we in de vorige vergadering bij de raadsdebatten hier ook al met elkaar over gesproken hebben. En u ook aangaf, wij komen met een motie vreemd, want wij zijn niet tevreden met het antwoord. Voorzitter, het zal deze raad niet verbazen dat dit college deze motie ontraadt. En ik zal u dat zo uitleggen waarom. Het college kan met het eerste deel van de zin van verzoekt het college, daar kan het college mee uit de voeten. En daar staat om de vinger aan de pols te houden daar waar het gaat om het proces in Daarle, het gebied Daarle en Hoge Heksel. Punt. Dat is waar het college mee kan instemmen. De rest niet. Ontraadt het college. En dat heeft er alles mee te maken, voorzitter. Eerst met het coalitieakkoord. Wij hadden net bij het vragenhaaluurtje, hebben wij met elkaar al vastgesteld dat deze coalitie in het coalitieakkoord niets zegt over windenergie. Dat deze coalitie wel wat zegt over inwonersparticipatie, dat ze dat heel belangrijk vindt. Dat is ook al eerder aan de orde geweest. Dus zeker bij een onderwerp als windenergie, wat best heel erg ingrijpt in het ruimtelijk domein, is participatie, maatschappelijke acceptatie ongelooflijk belangrijk. Het college heeft ook opgeschreven in het programma dat ze zorg wil dragen voor een duurzame samenleving en dat ze bij de kopgroep van de duurzaamste gemeentes wil horen. En het college heeft aangegeven dat ze met bedrijven in gesprek wil over energiebesparing en opwek van duurzame energie. Tot zover het coalitieakkoord. En dan wil ik u nog even meenemen richting het Nationale Klimaatakkoord, waar momenteel hard aan gewerkt wordt in Den Haag. Ook bij de raadsdebatten heb ik dit al benoemd. En de gemeentes zijn na oproep van VEG zijn bezig in regio's met het opstellen van een regionale energiestrategie. En gemeente Twente-Rand doet dat samen met 13 Twentse gemeentes, dus bij het gebied Twente. Punt. Heer Kerkdijk, ja punt, ik wou net zeggen punt. Heer Kerkdijk heeft de vraag nu. Heer Kerkdijk, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de toelichting van de wethouder is in lijn met wat ze zo even over windmolens in Twente-Rand aangaf. Maar het roept wel de vraag op, want u zegt het coalitieakkoord is leidend. Maar uw coalitiepartner heeft een duidelijke uitspraak in haar verkiezingsprogramma gedaan, ook richting de kiezers. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank voor de vraag. Ik zou richting de heer Kerkdijk hetzelfde antwoord willen geven wat ik eerder deze avond ook aan de heer Veldmeijer heb gegeven. De raad gaat over haar eigen uitspraken. Deze coalitie of dit college houdt zich aan datgene wat in het coalitieprogramma is opgeschreven. Dat is voor ons leidend in de uitvoering. De Kerkdijk heeft een aanvullende vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nogmaals, ik heb een vraag gesteld hoe u aankijkt tegen de uitspraak in het coalitie of in het verkiezingsprogramma van GWT, wat aangeeft geen hogere windmolens dan 25 meter. En dat is een simpele vraag. Ik weet wat er in het coalitieakkoord staat, maar hoe kijkt u daar tegenaan? Het is wel uw coalitiepartner. U weet van mij dat ieder over zijn eigen antwoord gaat. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik heb daar geen ander antwoord op, behalve dat als u dat wilt weten, daar zit onze coalitiepartner. Wethouder, nog een laatste aanvullende vraag, de heer Kerkdijk. Ja, voorzitter, het roept wel de vraag of dit eenzelfde stellingname is als het verkiezingsprogramma waar de ChristenUnie de verkiezingen mee ingegaan is. We hebben op 6 december daar een stemming over gehad over een bepaald onderwerp. Is nu niet aan de orde. Maar als u op dezelfde manier met dit verkiezingsprogramma omgaat als met uw eigen verkiezingsprogramma, wens ik u veel geluk met de kiezers. U stelt geen vragen aan de wethouder, constateer ik.
En ik wil u verzoeken om een volgende keer in deze zaken vragen te stellen aan de wethouder. En geen constateringen te doen waar de wethouder niet op in hoeft te gaan, wat mij betreft. Wethouder, nu het woord. Ja, voorzitter, dank. Deze wethouder is gewoon aan het werk, zeg maar, en probeert haar werk zo goed mogelijk te doen en is niet bezig met dit soort verkiezingsretoriek. Dat laat ik graag aan u allemaal over. Voorzitter, ik was begonnen met de regionale energiestrategie en ik zal daar nog eventjes iets over vertellen. Morgenmiddag spreken de 14 Twentse wethouders over de startnotitie regionale energiestrategie Twente. Ik wil u daar een klein stukje uit citeren. Dat geeft ook aan, dat kadert de discussie die we bij het vragenuurtje ook even hadden, kadert dat iets beter in. In het klimaatakkoord is vastgelegd dat in een regionale energiestrategie in ieder geval inzicht geboden wordt in de manier waarop de regio wil bijdragen aan de nationale opgave van opwek van hernieuwbare energie op land, elektriciteit zelfs. En wat daarbij heel belangrijk is, een van de belangrijkste randvoorwaarden voor gemeentes, zijn maatschappelijke acceptatie, integrale oplossingen, ruimtelijke kwaliteit en voldoende bevoegdheden en vergoeding voor de invulling van de regierol van de gemeentes. Voorzitter, dat wil ik in ieder geval even aangeven waar de 14 Twentse wethouders morgen over spreken. En dat past ook heel goed naar deze motie die zojuist ingediend is door de PVV en waarvan het college eigenlijk gezegd heeft, wij ontraden die motie. Dank u wel. Dan geef ik als eerste voor de heer Veldmeijer, dit is gewoon de eerste termijn, laat ik het zo maar zeggen, de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De PVV mist gewoon daadkracht. We krijgen straks wellicht windmolens daar. Na de hand krijgen we de klachten. Nou, we zijn de rapen gaan, want wij hebben niks gedaan. We hebben op onze handen gezeten. Dit is nou typisch een mooi onderwerp. Was een mooi onderwerp geweest, voorzitter, voor een referendum. Zo belangrijk is het. En ik heb op tijdens het vragenuur ook gezegd, op het moment dat er sprake is, ook op het grensgebied Talen-Hoge-Heksel, dat er mogelijk windmolens komen, dalen de huizen al in waarde. Maar dat zal ook de heren aan de klimaattafels, waar burgers helemaal niet bij betrokken worden, een worst wezen. En we zien dit jaar een stijging van de energiebelasting van 350 euro. Vorig jaar was het 150 euro. Dus in 2 jaar tijd betaalt een gemiddeld huishouden al 500 euro meer per jaar aan deze linkse hobby. En ik snap heel goed dat de wethouder, omdat er geen draagvlak is voor windmolens, helemaal nergens, dat op een gegeven moment de politiek gaat praten van nou laten we het draagvlak maar zitten en dan gaan we praten over maatschappelijke acceptatie. En met maatschappelijke acceptatie bedoelt de wethouder, de mensen krijgen korting op hun stroom, maar het weegt niet op tegen de waardedaling van hun huizen. Dus vandaar dat draagvlak ook helemaal niet bestaat. En wij zouden, en nogmaals, we missen gewoon daadkracht. En we zouden graag van de heer Elsinga, voorzitter, willen weten of hij, en het is al bevestigd door de heer Laarman tijdens de vorige vergadering, en wellicht kan het kort, ik heb ook uw uiting op sociale media gezien, dat u zegt van windmolens hoger dan 25 meter komen er niet. En ik zou graag dat door u bevestigd willen zien in deze vergadering. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de gemeente Belangen Twenterand. Wie de heer Elsinga zal het woord voeren. Ja. Ja, wat is... Oh, dat mag ook. Elsinga, de heer Kelder wil gaan schorsen. Dus hoe lang had u gedacht? Ja, vaak is 10 minuten. 10 minuten, want dat is helder. Dan ga ik om 9:15 weer beginnen. Het is 9:15. Ik had net gezegd dat ik om 9:15 weer met de schorsing ga, na de schorsing ga beginnen. En volgens mij ben ik keurig nog op tijd. Dus ik verzoek alle raadsleden te gaan zitten. En ook de heer Reusken. Welkom heer Reusken. U heeft uw tijd erbij gezet. Dus ik
kan keurig bijgehouden worden wanneer u bij de stemming er wel was en wanneer u bij de stemming er niet was. Dan geef ik de heer Elsega het woord. Aan u het woord, meneer Elsega. Namens het gemeentebelang in het Twentrand. Ja, dank u voorzitter. Ik begrijp van de heer Vilmeij dat hij social media goed leest en inderdaad heeft het goed gelezen. Hij heeft ook ons verkiezingsprogramma gelezen, dat was ook al bij het vragen een half uur te zien. En het verbaast mij eigenlijk dat de heer Vilmeij nu nog steeds niet weet wat het standpunt van GBT is. Want ik weet nog goed dat wij in november ons verkiezingsprogramma aan de leden hebben voorgelegd. En er waren ook mensen van de PVV. Dat wisten wij toen nog niet, maar achteraf wisten we dat ook mensen uit de fractie van PVV, de nummer 2 op de lijst, die was daar aanwezig. Dus die was druk aan het meeschrijven over ons standpunt over de windmolens. Was druk aan het meeschrijven over dat we de hondenbelasting wilden afschaffen en waarom. Dus u weet gewoon al, vanaf het allereerste begin, hoe GBT erin staat in het onderwerp van windmolens. En die 25 meter, dat is helemaal geen bijzonderheid. Die 25 meter komt vanuit de agrarische sector. Die hebben aangegeven, we hebben een windmolentje van 15 meter. Dat is te weinig, wij willen naar 25 meter. Is in de vorige raadsperiode is dat gebeurd. Is terechtgekomen in het bestemmingsplan, was dus de wens. En de raad heeft dat unaniem aangenomen. Die hebben gezegd, oké, als dat jullie wat meer mogelijkheden biedt, dan nemen we dat op in het bestemmingsplan. Dus die 25 meter is iedereen, en de PVV zat toen nog niet in de raad, iedereen is daar gewoon mee akkoord gegaan. Dus die hele 25 meter, wat u noemt, is mogelijk. Dus ook dat is geen bijzonderheid. En verder heb ik daar niks aan toe te voegen. U zegt steeds, we hebben een verkiezingsbelofte gedaan en wij hebben steeds gezegd, wij doen geen beloftes, we zetten ons alleen maar 100% in. En dat blijven we zeggen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan iemand van het CDA. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, als reactie op de opmerking van de heer Elsega, wij doen wel beloftes aan kiezers en we zetten ons ook in. We doen beide. En we komen beide na. Voorzitter, als het gaat om dit onderwerp hebben we in het debat van 4 december aangegeven hoe we ten opzichte van windenergie staan. Vanuit het oogpunt van redwetenschap, kort samengevat, zijn wij niet tegen windenergie en het plaatsen van windmolens. Maar wel op de locatie waar nu sprake van is. We hebben gezegd dat in het plan van de provincie Overijssel er een aantal zoekgebieden zijn. Bij de Vecht, tussen Staphorst en Zwolle en Hardenberg. En daar is geplaatst of wordt geplaatst. Wat ons betreft horen daar windmolens thuis. Oftewel, wat ons betreft is windmolens plaatsen in Dalen niet aan de orde. We hebben in het vorige debat ook aangegeven dat wij de inzet van de PVV steunen als het gaat om de motie Vreemd. Ik heb zo even nog geprobeerd bij de voorzitter te ontfutselen of we nog mede in zouden kunnen dienen. Dat mocht niet. Dan zeiden we, ja, we kunnen misschien... laat het graag even aan de... net werd een oplossing gevonden om een amendement staande de vergadering mondeling, et cetera. Ik wil u nog het verzoek meegeven. Het is geen zwembadkaartje. Dit gaat om andere dingen. Om toch die ruimte nog eens even goed over te denken. Maar nogmaals, wat ons betreft dienen we mede in. Mag het niet, dan kunnen we gewoon zeggen dat we emotioneel datzelfde gedaan hebben. Tot zover. U lokt nu de voorzitter een reactie uit. U heeft heel duidelijk aangegeven. Kijk, er was genoeg tijd om mee te indienen om uw handtekening eronder te zetten. Die tijd heeft u nu gebruikt, maar mondeling heeft u nu gezegd. En dat is voor mij altijd lastig inschatten of het kwam door de woorden van de wethouder of door... Wat ook maar, u heeft gezegd, wij gaan het mede indienen. Nou, dit wordt vastgelegd op de band, dus het is een heldere boodschap. Uw handtekening staat er niet onder. Nou, dat is dan iets wat voor een volgende keer iedereen gewoon wat eerder moet doen. Eerder aan de slag gaan, eerder moet oppakken, zodat uw handtekening ook onder een bepaalde motie of amendement staat. Ik geef het woord aan de ChristenUnie, de heer Huisjes. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals de ChristenUnie in het debat al heeft aangegeven, onze gemeente heeft over kwesties buiten onze gemeente niets te zeggen. Althans, niet in de ruimtelijke, ordelijke zin. In veel van de constateringen in deze motie herkent de ChristenUnie zich niet. In het debat heeft de wethouder aangegeven met de gemeente Hellendoorn in gesprek te willen gaan. Dat is voor de ChristenUnie voldoende. Wij verwachten wel een terugrapportage van de wethouder. Verder staat deze motie haaks op het eerder door deze raad aangenomen agenda Twenterand duurzaam doen. Hierin staat, en worden de regionale mogelijkheden onderzocht voor grootschalige zon- en windenergie. Lokale initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund. Dit zou de wethouder kunnen meenemen in haar gesprek met de buren.
Dit alles is voor de ChristenUnie reden genoeg om deze motie niet te steunen. Inhoudelijk komen wij over de windenergie terug tijdens de behandeling van het energietransitieplan. En misschien kan de wethouder aangeven wanneer u hiermee naar de raad toe komt. Dank u wel. De heer Veldmeijer heeft de vraag nu. De heer Veldmeijer, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat mij opvalt, voorzitter, is dat mijn collega van de ChristenUnie zich wel druk maakt om een weg in Ommen. Hij komt dan op voor de mensen uit Twenterand die daar ook last van hebben. Hij vraagt om de wethouder daar een actie te ondernemen. Op het moment dat daar enorme windmolens komen van 81 verdiepingen hoog, een flat van 1-3 stuks, dan trekt hij zijn handen af van het belang van de inwoners van Twenterand. En dat vind ik vreemd en ik zou graag de reactie willen weten van mijn collega voorzitter, waarom de ene keer wel opkomen voor de belangen van de Twenteranders en nu, als er drie van die grote gevaartes in het grensgebied dreigen te komen, dat hij dan zijn handen ervan aftrekt van het belang van de Twenteranders. Meneer Huisjes, aan u het woord. Ja, voorzitter, dit is een punt, hier hebben wij geen zeggenschap over. In het punt over de vechtbrug hebben wij het college een opdracht gegeven. Ga eens kijken van wat is er mogelijk. Wat kan de gemeente doen? Dit punt dit valt binnen de gemeente Hellendoorn. Dank u wel. Ja, u bent tevreden of niet tevreden, maar dit is de reactie van de heer Huisjes. Heer Huisjes, u was klaar. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het gaat ons vanavond niet of je voor of tegen windmolens bent, maar wel om draagvlak. En het gevoel ontstaat bij mij wel een beetje van dat het college en de raad een beetje gevangen zit in hoe je nu wel of tegen windmolens aankijkt. En mijn oproep zal zijn, geef die duidelijkheid wel. Er is wel wat onrust en de mensen voelen zich bedreigd. Dus in die zin, we zijn het niet eens met de PVV als het gaat om geen enkele windmolens. Wij vinden wel dat we die kansen moeten bieden. Maar zoals gesteld in Dalen, dat is gewoon 5-6 maanden te groot en nog meer. Maar wij zullen de motie uiteindelijk wel steunen, maar er moet wel duidelijkheid komen. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Kobus. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij zullen de motie ook steunen. We zijn niet tegen windmolens, zoals we al eerder hebben aangegeven, maar het absurde hoogte van deze windmolens die zal zeker voor overlast gaan gelden. En ik snap ook wel dat de wethouder graag mee wil doen aan de klimaatdoelstellingen die er zijn. Maar ik denk dat daar toch andere manieren voor gevonden moeten worden. Hè? Want deze molens gaan, de ashoogte alleen al is 60 meter hoger dan die bij Deventer. Dat zijn molens die horen hier niet in het landschap, maar die mogen op de Noordzee wat ons betreft. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk naar de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij zullen deze motie niet steunen, omdat wij vinden dat niet op dit moment alleen naar de windmolens in Dalen gekeken moet worden, maar dat de discussie die nog gevoed gaat worden, wat de wethouder volgens mij ook in haar reactie heeft gegeven, een totaalafweging gemaakt zal moeten worden. En dat je op dat moment ook een keus moet maken van wat waar moet gebeuren. En dan is draagvlak en draagkracht natuurlijk een belangrijk item. Maar we moeten niet op losse onderdelen nu al besluiten of standpunten innemen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouders en een paar vragen aan u gesteld. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank. Ik denk dat ik eventjes met de laatste spreker begin. Dat heeft er soms ook mee te maken dat de laatste spreker soms het beste blijft hangen. Maar in dit geval paste het ook heel goed in het antwoord wat ik zou willen geven, ook aan de raad. Hè, daar waar de VVD ook zijn begrip uitspreekt, dat de wethouder inderdaad ook als haar opdracht heeft om aan het werk te gaan met de klimaatafspraken. Dat zegt u heel terecht. Dat is ook het geval. En eigenlijk zou het college u ook gewoon willen oproepen van gaat u niet op voorhand de discussie alvast belasten door te zeggen wat u vooral niet wilt met elkaar. Want we zullen met elkaar in Nederland, en dat is niet omdat ik dat nu zo graag wil of omdat er in Twenterand moet, maar er ligt in Nederland een energieopgave om van de fossiele energie
af te gaan. Ik hoef u dat niet te vertellen, dat weet u allemaal zelf heel goed. Daar zijn klimaatafspraken voor gemaakt en dat betekent ook dat elke regio en elke gemeente met een aanbod moet komen, met een realistisch aanbod. En het verzoek van het college is, maar u gaat er uiteraard zelf over wat u allemaal wilt steunen of niet wilt steunen, maar het college zou u wel willen verzoeken, gaat u niet op voorhand alvast zeggen wat u allemaal niet wilt, wetende dat er ook vanuit deze gemeente nog een realistisch aanbod moet komen daarin. De heer Veldmeijer heeft een vraag nu. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Wel, voorzitter. Ja, meneer Dijkhoff die zat laatst bij Pauw en die vindt alles best, zolang het maar meehelpt aan de klimaatdoelstellingen. Meneer Buma die twijfelt over de financiële haalbaarheid en de gevolgen voor de burgers. En aan de ene kant snap ik het dat u zegt we moeten voldoen aan de klimaatdoelstellingen, maar het gaat natuurlijk ook op de manier waarop dat gebeurt. En op het moment dat, als ik redeneer vanuit u, wij denken er heel anders over, wij zeggen gewoon stop er gewoon mee, de aarde vergaat niet, wacht op echte innovatie, hè, want energie is van ons allemaal. Maar u kunt toch wel zeggen van geen windmolens, maar we gaan het op een andere manier doen. Dan redeneer ik even vanuit uw gedachten. Het is toch niet een wet van mede en persen dat het per se windmolens moet zijn. Dat mag toch ook op een andere manier. En als er zoveel tegenstand is, als dorpen uit elkaar gerukt worden door de windmolenkwestie, dan kunt u toch op zoek gaan naar andere methodes om die doelstellingen te halen. Wethouder, nu het woord. Nou, voorzitter, wat een aardige vraag stelt de heer Veldmeijer. Ik zou u eigenlijk de vraag ook terug willen stellen. Gaat u ook met dit college en deze gemeenteraad daar ook mee op zoek? Want daar waar wij straks ook als gemeente met een realistisch aanbod moeten komen om te voldoen aan datgene wat gevraagd wordt in het kader van de klimaatafspraken, dan vraagt dat inderdaad dat we daar creatief naar kijken, maar dat we ook kijken van wat is toch ook het draagvlak noemen, want maatschappelijk draagvlak, maatschappelijk acceptatie is een heel belangrijk punt. Net zo goed als ruimtelijke inpassing ook een belangrijk punt is. Maar ook een belangrijk punt is dat we wel met elkaar een hele klus te doen hebben. En dat is ook een van de opdrachten van deze wethouder, maar dus ook van dit college. En inderdaad, dat hoeft niet beslist wind te zijn. Maar het is wel een feit op dit moment, met de huidige stand van techniek die wij nu hebben, is windenergie wel de meest rendabele manier om aan duurzame energie te voldoen. Ik zeg naar de heer Veldmeijer of u een aanvullende vraag heeft. Een aanvullende vraag. Nou, het feit dat de wethouder zegt de meest rendabele manier, het is alle windmolens bij elkaar in de zee, op land, al die miljarden die zijn uitgegeven, dan heeft windenergie een bijdrage van 2% op onze energiebehoeften. Het feit dat u zegt dat dat de meest rendabele vorm van energie is, zegt natuurlijk alles over de koers die we op dit moment aan het varen zijn. En ik kan alleen maar zeggen van ga zelf nadenken, wethouder, alsjeblieft. Wethouder, nu het woord. Voorzitter. Ik ken de missie van de PVV, dus in die zin verrassen uw laatste woorden mij niet. Nog een vraag van de CU. U gaf aan wanneer komt er duidelijkheid over wanneer we in de Raad ook mogen spreken over die regionale energiestrategie. Ik weet dat niet exact, want het is ook een proces wat regionaal ook vormgegeven gaat worden. Wat ik wel weet, dat is dat de 14 colleges deze week een besluit genomen hebben, tenminste in principe, want we spreken daar morgen nog over die startnotitie van die regionale energiestrategie. En dat betekent dat ergens in 2019, medio 2019, maar ik moet het even ruim zeggen, dat wij ook in deze raad daarover zullen spreken met elkaar. En dat lijkt me ook het moment waarop u als raad ook, ik zou bijna zeggen, alles kunt roepen wat u wenselijk vindt over opwek van hernieuwbare energie, maar ook over energiebesparing in de bestaande bouw. Dank u wel. Wethouder, ik geef een tweede termijn. Ik kijk naar de heer Veldmeijer. Wil iemand nog een tweede termijn? Niet? Dan gaan wij zo over tot stemming. Motie vreemd met betrekking tot onderzoek windmolens grensgemeten, waarbij mondeling het CDA heeft meegedeeld dat ze
Ja, ik luister goed naar jou. Dat ze eigenlijk liefst schriftelijk, maar mondeling in elk geval mee indienen. Een aantal fracties hebben gezegd dat ze tegen voor zullen stemmen. Een aantal tegen, dus ik geef het in stemming. Maar ik vraag eerst of iemand nog een stemverklaring wil afleggen. Zo niet. Wie is dan voor deze motie vreemd onderzoek windmolens grensgemeenten? Wie is voor? CDA, de PVV, de SGP, het VVD. Wie is tegen deze motie? Gemeente Belangen Twente Rand, ChristenUnie, Partij voor de Arbeid GroenLinks. De motie is verworpen. Dan ga ik naar de volgende motie vreemd stop overlast hangjongeren. En ik geef de heer Veldmeijer het woord. Wel, voorzitter. Ja, er werd vandaag gesproken dat de overlast alleen maar bij het punt zou zijn. Maar we praten ook over overlast op andere locaties, Lindenvliet, Centrum Irene, ook het zwembad. En aangezien de problemen al vanaf 2015 spelen, hebben wij er weinig fiducie in dat die problemen nu plotseling zouden verdwijnen. Dus vandaar dat we toch vervolgen met het indienen van deze motie, voorzitter. Naar aanleiding van de brandbrief van de dorpsraad Frans Hoop Geerdijk zijn wij ons rot geschrokken. Hoe is het mogelijk dat een klein groepje minderjarigen al vanaf 2015 het leven van andere mensen vergalt? En de samenstelling van het groepje wisselt ook continu. Vernielingen, verbale agressie, bedreigingen en de boel vervuilen. Zodanig en al zo lang dat kinderen niet meer naar hun sport durven. En dat vrijwilligers 's avonds niet meer naar hun activiteiten durven. Een godspe. We moeten ons schamen dat we blijkbaar al jarenlang niet in staat zijn gebleken dit probleem op te lossen. We moeten ons doodschamen dat goedwillende mensen uit angst niet meer naar hun werk durven. En dat kinderen, voorzitter, niet meer durven te sporten. Dit moet ogenblikkelijk stoppen. Omdat het al zo lang duurt en thee drinken, we zagen het eerder in Amsterdam, niet helpt, zal er eindelijk eens een keer doorgepakt moeten worden. De PVV vindt dat we goed moeten zorgen voor mensen die het goed bedoelen. En mensen die geen goede bedoelingen hebben, die moeten de consequenties maar aanvaarden. En ook minderjarigen. En vandaar, voorzitter, dat we het college de opdracht geven om met een plan van aanpak te komen, het probleem en de omvang te beschrijven en de politie desgewenst meer tools in handen moeten geven om daadkrachtig op te kunnen treden. En we willen dan ook op een gegeven moment een sessie voor de raad waarbij ook de politie aanwezig is. En tegen de mensen die straks gaan zeggen dat het allemaal wel meevalt, hebben wij slecht nieuws. Want er is voor de PVV maar één maatstaf. En dat is dat je je hoort te gedragen. Punt. En doe je dat niet, dan volgen er consequenties. En welke dat zijn, dat vernemen wij graag in het plan van aanpak, voorzitter. En ik lees even het dictum voor. Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders om voor het raadsdebat van 22 januari met een raadsvoorstel te komen waarin beschreven staat een omschrijving van de omvang van het probleem, de locaties waar de hangjongeren voor overlast zorgen, wat er vanaf 2015 gedaan is om de overlast te bestrijden, waarom het niet gelukt is om de problemen te tackelen en of de politie wel alle tools in handen heeft om daadkrachtig op te treden en zo niet wat er moet gebeuren om te zorgen dat de politie wel daadkrachtig kan optreden, bijvoorbeeld middels een aanpassing van het APV, een plan van aanpak om de overlast te doen verdwijnen, een methodiek om de overlast te monitoren, hoe de raad periodiek op de hoogte wordt gehouden van de resultaten van het plan van aanpak, welke financiële consequenties aan het plan van aanpak hangen en of en op welke wijze de toegebrachte schade verhaald is, dan wel verhaald gaat worden nu en in de toekomst. En tot slot, voorzitter, een aparte infosessie te organiseren voor de raadsvergadering van 5 februari 2019, waarbij ook de politie aanwezig is. En gaat over tot de orde van de dag. De heer Smelt heeft een vraag aan u. De heer Smelt, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Het kenmerkt in ieder geval, als we de motie goed gelezen hebben, dat u voor de harde lijn bent. Ik denk dat dat wel duidelijk is uit die motie. Maar omdat u hier, met name om de waardering voor uw motie goed te kunnen beoordelen, de politie als instrumentarium van de beheersing van de openbare orde zo nadrukkelijk in uw motie heeft weggeschreven, is mijn vraag aan u. Kunt u de raad eens meenemen in uw denklijn waar u het heeft over alle tools? Ik vind het zo'n moeilijk begrip.
Zijn dat meer geweren, meer politie, is dat meer surveillance, hogere boetes en welke alle tools denkt u dan? Want ik vind wel, als wij het college op zijn minst een opdracht geven waarin de politie een nadrukkelijke inhoud krijgt in die motie, dat voor de raad duidelijk moet zijn wat uw denklijn is. Kunt u dat eens toelichten? Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, als u goed geluisterd hebt, dan vragen wij, of heeft, om een plan van aanpak. En we hebben ook gelezen in de brandbrief van de dorpsraad dat zij het gevoel hebben dat de politie niets doet. En dat horen we niet alleen in Twenterand, dat horen we heel vaak. Dat de politie niet optreedt. En dat heeft ook met gebrek aan mankracht te maken. Dat heeft te maken met het feit dat hier volgens mij maar één boa rondloopt. En het frappante is dat die overlast gebeurt eigenlijk in het zicht van het politiebureau. Dus welke tools dat zijn, ja, ik ben geen expert op dat gebied, maar ik zou graag, want de burgemeester is tenslotte ook het hoofd van de politie, ik zou heel graag willen weten of de politie inderdaad tools mist en of wij inderdaad iets in die APV, wat de dorpsraad ook, waar ze mee kwamen, of daar iets gewijzigd in moet worden, dat ze wel kunnen optreden. En misschien heeft het wel te maken met beschikbare mankracht, kan ook. Aanvullende vraag, de heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, want ik waardeer de beantwoording van u over een zorg, gaat mij niet om, maar de kaderstelling moet toch hier plaatsvinden. En als wij een motie vreemd in behandeling krijgen, dan vind ik op zijn minst dat de raad het recht heeft om te weten waar u naartoe wilt. En eigenlijk kiept u het over de schutting bij het college, dat is mijn interpretatie overigens, en zegt u tegen de burgemeester, u bent hoofd van de politie, u bent contactpersoon naar de raad, zoek het even uit met de politie wat het beste is. Een aanvullende vraag ook, ik heb ook de brief van de dorpsraad gelezen, maar heeft u ook contact gehad met het hoofd van de politie, alvorens u deze motie indiende en dan wel de dorpsraad, waar het contact al geweest is? Bent u daarvan op de hoogte? Veldmeijer, aan u het woord. Ja, ik heb wel contact gehad met een aantal jongeren die deel uitmaken van die groep, maar ik heb geen contact gehad met de politie. Maar het, u weet, een van de taken van de burgemeester is dat ze een bevelsbevoegdheid heeft om op te treden bij ernstige overlast. Nou, zo ervaar ik dit. Ze is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Ze is ook baas van de handhaving, zeg maar. En dus baas van de politie. En inderdaad, hier zit het bestuur van Twenterand. Als je moet besturen, dan moet je ook weten hoe. En nu geven wij de opdracht mee aan het bestuur van, nou, dit zijn de kaders. En kom eens met een plan van aanpak. Want dit duurt al heel lang, hè. Dit is niet gisteren ontstaan, dit duurt al jaren. En blijkbaar, op de manier waarop Twenterand nu bestuurd wordt, ja, komt er geen verbetering in. De heer Smelt heeft een aanvullende vraag en nu het woord. Ja, voorzitter, ik denk goed te zijn. Dit is ook mijn laatste vraag. Want ik stelde u net die kaderstelling, hè, waarvan u zegt, dit zijn de kaders. Uw motie behelst dus alle tools, dat is uw kader. En u zegt daarbij, burgemeester, CQ, wethouders, zoek maar uit wat die tools dan zijn. Is dat een juiste constatering? Nou, zoek maar uit, zo wil ik het niet formuleren. Maar blijkbaar helpt het huidige beleid helpt niet, al jarenlang niet. Dus vandaar dat wij het bestuur gewoon vragen, kom eens met een plan van aanpak. En overtuig ons nu eens dat met het plan van aanpak we eindelijk af zijn van die problemen die al jaren en jaren duren. Elsiger heeft ook een vraag aan u. De heer Elsiger, aan u het woord. Ja, voorzitter. Ik hoorde de heer Veldmeijer zeggen dat de problemen al jaren duren, sinds 2015. Baseert u dat alleen maar op de brief van de dorpsraad? Veldmeijer, aan u het woord. Als u bedoelt dat, of ik s'avonds ook tussen dat groepje rondhang, nee, dat niet. Ik woon aan het kanaal, maar ik neem zo'n brief uiterst serieus. En ik denk dat u dit ook moet doen. Maar goed, ik heb u ook horen zeggen dat overlast hoort erbij. Nou, wij vinden dit niet normaal en wij zijn een law and order partij. En wij vinden dat je hier heel streng moet optreden. Want er worden, als we dat zo lezen, ook misdrijven gepleegd. Want als je het hebt over misdrijven, dan heb je het ook over beledigingen. Heb je het ook over bedreigingen. En er is volgens mij een goederenlift vernield. Nou, ik vind dat nogal wat. En ja, nogmaals, wij vinden dat hier nu streng moet worden opgetreden. Heer Elsiger, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik hoor net dat ik gezegd heb dat het erbij hier hoort. Dat is helemaal niet waar, dat heb ik net niet gezegd. Ik heb gezegd dat overlast van alle tijden is. Toen ik 10 was en ik fietste naar het voetbalveld, dan zag ik groepjes staan en die deden wat overlast.
10 jaar geleden was er overlast. Er is altijd incidenteel in Twenterand overlast. Dat hou je, ook al heb je 50 man politie, je houdt het gewoon altijd. Het hoort ook een beetje bij de jeugd. Hè? Ik wil niet iedereen aanspreken op zijn jeugdzonden, ook niet op de jeugdzonden van u. Maar we hebben het hier over kinderen van 11 en 12 jaar die u omschrijving geeft. Hè? In de mail, in de brief. We mogen het niet noemen van de voorzitter. Ik vind dat gewoon schandalig. Er zijn kinderen die gaan naar speciaal basisonderwijs. Die hebben gedragsproblematiek, dus er is van alles mis. Ze zitten er niet voor niks op die school. En moet eens kijken wat u daarvan maakt. Dat is dan niet te geloven. Die ouders, die zitten met de handen in het haar. Die willen ook niets liever dat het stopt. Die zeggen ook gewoon, als er wat is, bel me. Ik kom en ik haal zo bij wijze van spreken. Niet iedereen heeft zo de tools wat u zegt even beschikbaar. Het is niet zo van, laat ze maar lekker naar het punt gaan en de boel afbreken. Diegenen die de lift beschadigd hebben, die zijn ook gewoon opgepakt. En die hebben dat ook gewoon moeten betalen. Dus wat bedoelt u nou eigenlijk met dat het al jaren duurt? Want u baseert zich alleen maar brief op de dorpsraad. Ik kan mij vanaf 2015 in al die jaren dat allemaal niet herinneren wat u zegt. Want u net of het bijna dagelijks, wekelijks is. Dat is het niet. Dat gaat met tussenpozen, steeds met andere jongeren. Kinderen zijn het in dit geval. Dat blijft altijd zo gebeuren. En dan zal politie optreden, wat u net zegt, en de harde optreden allemaal niet. Dat helpt helemaal niet. Ja, voorzitter. Mij aan u het woord. Ja, dank u wel. Ik zou de heer Elzinga aanraden om gesprekken aan te gaan met de eigenaar van de Jumbo. Hoeveel kinderen een verbod hebben om in de Jumbo te komen, om maar één ding te noemen. En u bent echt een beetje een partij aan het worden om het te bagatelliseren, het probleem klein te houden. Is logisch. Want u zit nu, drie wethouders levert u. En het is nog steeds een puinhoop daar. Maar u zou zich beter druk kunnen maken op die kinderen die niet meer naar hun sport durven gaan. En op die vrijwilligers die niet meer naar hun activiteiten durven staan. Daar kunt u zich beter druk om maken dan om een stelletje raddraaiers die gewoon even moeten voelen dat ze dit niet accepteren. Punt. Heer Elsga heeft een aanvullende vraag, meneer de heer Elsga. Ja, voorzitter. Hoe komt de heer Veldmeter erbij dat dat helemaal niet gebeurt op dit moment? Hoe komt u daar nu bij? Want u doet net of er helemaal niets gebeurt. En er gebeurt wel wat. En als u zegt van dat er kinderen verboden worden, hè, want de kinderen die mogen graag uitdagen. En vooral over de kinderen waar ik het net over heb. Dat is nou helemaal zo. Maar er zijn ook wel volwassenen die zijn verboden. Ja, kleptomanen die worden in de winkel verboden. Dat gebeurt toch ook? Wat is nou het verschil? Het is niet bagatelliseren. Het is realistisch wat ik hier zeg. U blaast er graag op. U maakt het allemaal graag 10 keer groter dan het is. Want dat is wat u doet. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, daar maak ik ernstig bezwaar tegen. Wij hebben die brandbrief niet geschreven. En ik adviseer u toch maar even om die brief nog eens een keer goed door te lezen. En wij blazen de boel niet op. Dit is de realiteit. En er zal natuurlijk wel wat gebeuren. Logisch. Want het is niet zo dat er helemaal niks gebeurt. Maar blijkbaar is het niet genoeg. En wij tolereren niet dat een klein groepje het leven van andere kinderen en van vrijwilligers verpest. Ja, als laatste termijn. Dus voorzitter, de PVV, als die aan de macht zouden zijn in de gemeenteraad, zou er een absolute meerderheid zijn. En de manier waarop jullie het aanpakken, zou het overlast nooit meer voorkomen. Dat is de conclusie dan. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, dat is ook weer zoiets. Net zoals bepaalde andere dingen, auto-ongelukken, die gebeuren ook nog steeds. Maar wij zullen wel zorgen dat die mensen die nu de boel, die minderjarigen de boel, dat die daar geen stap meer durven te zetten. Ja. Dat beleid streven wij na, ja. Dat klopt. En je kunt op een gegeven moment, je hebt ook jeugddetentie, dat is de zwaarste stap. Je hebt taakstraffen, je hebt boetes, het verhalen van boetes. Je hebt allerlei mogelijkheden om te zorgen dat je de kop indrukt. En ik heb nu het gevoel dat het meer theedrinken is. Nog een laatste vraag, meneer Elzinga. Ja, ik sluit wel af, voorzitter. U kunt ook niet garanderen dat u de overlast stopt. Dat kunt u niet. Maar u heeft het alleen maar over repressief hard aanpakken van kinderen van 11 en 12 jaar. Speciaal basisonderwijs, ik zeg het maar nog een keer onder andere. Maar wat doe je dan ervoor en daarna? Want u bent tegen die linkshobby's die dat allemaal moeten voorkomen. En daarna, want op een gegeven moment kom je uit de gevangenis. Hè, maar je hebt het over detentie. Maar we hebben een jeugdbeschermingswet. 9 tot 12 jaar, je kunt helemaal niet in het gevangen. Hè. De straf staat in de wet. Dat stop, jongenoverlast, dat haalt u ook uit die wet. Want dat is het enige wat er mogelijk is. Verder is er niks mogelijk. Dus u kunt het ook niet garanderen dat u die overlast. En dat kan niemand. Wij in ieder geval niet. En dat durf ik wel te zeggen. Meneer Veldmeijer.
Ja, wat wij wel kunnen garanderen, zeg ik tegen de heer Elsinga, is dat wij er veel meer bovenop zitten. En dat we in ieder geval niet zo'n brandbrief krijgen zoals die onlangs aan ons is toegezonden. Dat garandeer ik u. Dank u wel. Dan de heer Reusken heeft de vraag aan u. Nog meer. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor die discussie zo aan. En volgens mij denk ik dat we met z'n allen in deze raad vinden dat dit soort overlast niet zou moeten plaatsvinden. En ik vind ook niet dat we hier partijpolitieke spelletjes van moeten maken. Dus ik zou graag aan de heer Veldmeijer willen vragen, van volgens mij los van deze motie, zouden we niet aan het college moeten vragen, college, burgemeester, wat is er tot nu toe gebeurd? En wat bent u van plan? Daar hebben we toch helemaal geen motie voor nodig. En laten we dat dan vervolgens in een raadsinformatiedebat of in een raadsdebat dat onderwerp daar terug laten komen. Volgens mij hebben we deze motie nodig. Volgens mij moeten we dit probleem oppakken. En volgens mij moeten we daar aan het college vragen. Kunt u daarop terugkomen? Volgens mij, als we die toezegging krijgen, dan zijn we er toch, meneer Veldmeijer. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u. Ja, dan moet ik aan Job Cohen denken, de mislukte PvdA in Amsterdam. Die tegendrinken met allerlei groepen en die gingen gewoon door. Het probleem is alleen maar groter geworden. Ja, wij geloven in streng straffen, in oppakken, een nachtje in Bonnen zitten. Daar geloven wij in. Heer Reusken, heeft u nog een aanvullende vraag aan u het woord? Meneer, dank u wel, voorzitter. Ik zou de heer Veldmeijer vragen met meneer wat meer respect te praten over een burgemeester van Amsterdam. Dat ten eerste. Ten tweede, ik constateer dat de heer Veldmeijer al met oplossingen komt, net zoals de fractievoorzitter van ChristenUnie daar ook naar vroeg. Volgens mij zouden we moeten vragen aan het college. College, wat heeft u gedaan? En laten we vervolgens daar met elkaar over in gesprek gaan. Dank u wel. Heer Veldmeijer, nu het woord. Ja, voorzitter, wij hebben niet de fiducie dat je met een paar zinnen dit probleem oplost. Hier moet echt gericht beleid op komen om dit probleem, wat al jaren duurt, op te lossen. Dus vandaar dat we die motie vreemd willen indienen, voorzitter. Dank u wel. De motie wordt ingediend door de heer Veldmeijer en zal onderdeel uitmaken van het debat. Dan kijk ik naar de wethouder. Wethouder Paters zal reageren namens het college. Wethouder Paters, aan u het woord. Want de motie is al vooraf aan het begin van de vergadering ingediend. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik heb de bespreking inderdaad zojuist gehoord. En ik vraag me in alle redelijkheid af of deze discussie een oplossing ook maar één streep dichterbij brengt. Ik zou iedereen toch op willen roepen om ook vooral, ook luisterend naar hetgeen ik aan het begin van de vergadering gezegd heb en de maatregelen die genomen worden, denk ik dat op dit moment rust, en ook al zal het dan relatieve rust zijn, maar met de maatregelen zoals die genomen worden, dat we het probleem ook niet groter moeten maken dan het is. En ik heb gezegd wat de maatregelen zijn. Ik zal de heer Reusken, u kunt terugkijken, maar er worden een aantal maatregelen genomen. En ik denk dat daarmee een stap gezet wordt om de overlast terug te dringen. En of je hem helemaal ooit kan voorkomen, dat is de vraag. Maar dat we in elk geval het terug kunnen brengen. En om die reden onderraad het college ook de motie, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, Dan. Wachten we even op het uitdelen van de motie. Want ik denk wel dat het recht is om de motie bij iedereen bekend te laten zijn. En geef ik de eerste ronde het woord. Ik begin dan bij de heer Veldmeijer, indien hij dat wenst. En dan ga ik vanaf, u mag als meteen al beginnen, want de motie wordt rondgedeeld. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, we hadden het net al over de alle bouw in Westerhaar. Blijkbaar hebben burgers toch een heel ander idee van hun woonomgeving dan hier in dit huis. Daar wordt ook gezegd, ja, er is niks aan de hand daar. Terwijl burgers het heel anders ervaren. En nu krijgen we een brandbrief. Nou, ja, zoek de definitie van een brandbrief maar op. En dat is eigenlijk een soort van noodbrief.
En met allerlei problemen die al jarenlang daar spelen. En dan wordt het afgedaan met, ja goed, overlast wordt er een beetje bij en is altijd zo geweest. En ja, wij geloven niet in het slappe gekletsen. En wij geloven ook niet dat je dit zomaar even oplost. Dit probleem moet je goed in kaart brengen en duidelijk beleid op maken. Dus we denken er heel anders over dan de wethouder, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de heer Elsinga. In eerste termijn nu het woord. Voorzitter, ik hoor de heer Veldmeijer zeggen over slappe teksten, halve maatregelen, thee drinken. En hij haalt dan de all about erbij. Maar kennelijk weet de heer Veldmeijer heel goed wat er leeft in Twenterand. Hij weet dat die 11, 12-jarigen... Daar gebruikt hij woorden voor, helaas, we mogen het hier niet gebruiken, maar dat zou de kijkers echt en luisteraars verrassen wat hij daarvan vindt. Mensen in de Oldebouw, die schildert hij gewoon af, inwoners van Westeraar, als junks en alcoholisten. Hij vraagt zich alleen nog maar af hoeveel er wonen. Als het om statushouders gaat, om vluchtelingen, nou, dat worden neergezet als parasieten en profiteurs. Dat is kennelijk, dat vindt u kennelijk goed. Dat zijn geen slappe teksten, u mag graag... Hoe groot een voorbeeld nadoen en dit soort dingen gebruiken. Dat vindt u geweldig hier om dat in de raad. En wat bereikt u daarmee? U stigmatiseert, u plakt etiketten op, u drijft mensen alleen maar uit elkaar. U redt er helemaal niks mee. De heer Veldmeijer heeft de vraag aan de heer Veldmeijer nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Dan daag ik u nu uit om de band terug te kijken. Waar ik heb gezegd dat de mensen die daar wonen, dat het allemaal junks zijn. En dan zult u zien dat u nu wat bazelt. Want het is totaal niet wat ik gezegd heb. Totaal niet. En ik snap ook niet, voorzitter, dat u op dit punt niet ingrijpt. Want hij legt mij woorden in de mond die ik totaal niet gebezigd heb. En ik ken meneer Elsinga nog als iemand die nogal fel was de afgelopen 4 jaar. Maar er is er heel weinig van over. U bent er zelf bij en kunt u woorden corrigeren als de heer Elsinga een andere interpretatie geeft. De heer Elsinga, nu het woord. Ik merk wel, voorzitter, dat de heer Veldmeijer niet alle raadsvergaderingen en raadsdebatten heeft meegemaakt. En ik doe het wel zoals het hoort. En ik ga geen mensen afmaken wat u doet. U kunt nu wel zeggen wat u het allemaal niet gezegd heeft. U hebt het vanavond nog gezegd. U heeft vragen gesteld. Hoeveel junks en alcoholisten wonen er in de Oldebouw? En wat zegt u dan ook nog? Waaruit bestaat de overlast voor normale mensen? Dus dat zijn geen normale mensen. Wat zijn voor u dan normale mensen? Wie meet u nou af wat normale mensen zijn? Iedereen die zich gedraagt zoals u, zijn dat de normale mensen? Leg me dat eens uit. U hebt het vanavond hier zelf gezegd. Heer Elsinga, de heer Veldmeijer, aan u het woord. En normale mensen zijn bij mij mensen die zich aan de wet houden, die zich aan onze normen en waarden houden. En die niet andere mensen het leven verzuren, vergallen. Dat zijn normale mensen. En ik begrijp ook heel goed dat op het moment dat er sprake is van een verslaving, van drugs of alcohol, dat soort mensen moeten worden geholpen. Snap ik heel goed. Maar het neemt niet weg dat de mensen, de normale mensen, die gewoon netjes gaan werken, die hun eigen inkomen vergaren of buiten hun schuld om niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. En die wij moeten helpen, dat hebben we ooit afgesproken met elkaar. Maar die mensen, die gun ik een normaal leefgenot. En ja, wij tolereren niet dat verpest wordt door een paar mensen die blijkbaar andere normen en waarden erop op nahouden. Oké, meneer Elsinga, u gaat verder en dan gaan we verder weer met de motie zoals er ligt. Aan u het woord, meneer Elsinga. Voorzitter, normale mensen, het gaat hier over kinderen waar ik het net over heb. Speciaal basisonderwijs. Die zitten daar niet voor niks. Ik weet niet wat uw beroep is, maar misschien zou u er iets van af moeten weten hoe het werkt. En u zegt normen en waarden. Noemt u nou wat u vanavond genoemd heeft, noemt u dan nou normen en waarden? Wat moeten die mensen nou in Westeraar, in die Oldebouw, nu wel niet denken? Op wat u gezegd heeft. Dat is toch gewoon niet normaal? Als ik ga, wil u zich beperken. Ja, ik houd er een motie. Ja, dat lijkt me handig. Wilt u beperken de motie? Oké. Dan ga ik kijken naar de heer Kelder. Aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Maar ik ga het niet op moraal of waarden en normen. We hebben het hier ook niet over wat de heer Veldmeijer vindt. We hebben het hier over wat vinden wij van overlast. En daar hebben wij onze zorgen over. En de brief van de dorpsraad spreekt boekdelen en die maken zich zorgen. En dan is het goed dat ze inderdaad die melding doen. Maar ik heb ook de wethouder gehoord en ik dank hem ook voor zijn eerste inbreng. Want het was helder wat het college inmiddels opgepakt heeft. En natuurlijk zullen, en ik heb ook naar de heer Eltinga geluisterd, overlast is van alle tijden, dat klopt. Maar overlast en overlast zijn heel veel verschillende dingen. Kijk, balorigheid,
of vandalisme, dat zijn twee verschillende dingen. En als ik nu kijk wat de aanpak is, denk ik dat het een goede aanpak is. Ik hoop alleen dat inderdaad ook dit signaal ook aangegrepen wordt door het college om inderdaad twintig rond te kijken of inderdaad dit soort signalen ook elders zich voordoen. En dit college kennen, daar mag ik ook vanuit gaan dat het inderdaad op die manier gebeurt. Ik denk de stappen die gemaakt zijn, dat het gewoon een goede bijdrage kan leveren aan hetgene wat wij niet willen zien. Ja, en dat is overlast. En of het nu 12-jarigen zijn of 20-jarigen, dat doet voor mij niet zozeer de zaak. Je hebt een bepaalde waardering voor mensen. En je gaat over normale mensen met elkaar om. We zetten geen mensen weg. We zeggen niet, die mensen zijn niet normaal of die zijn niet sociaal. We hebben het over gemiddelde Twenterhonders. En daar horen we ons allemaal dezelfde waarden, dezelfde normen voor gelden. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar Christen-Meneer Smelt, aan u het woord. Misschien voor de heer Reuske. We hebben aan het begin van de raad even een toelichting van de wethouder gehad. Ook in het raadspresidium, maar dan deed u dat eventjes, want ja, dat heeft u gemist. Heer Smelt, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met het volgende. Ik ben blij dat de wethouder jeugd vanuit zijn gesprek vanmiddag de raad hier bij het aanvang van deze vergadering heeft geïnformeerd over de stappen en de afspraken die gemaakt zijn. En als hij die afspraken nog eens een keer goed weegt op de verschillende terreinen welk effect dat moet hebben, omdat hier ook verschillende maatwerkenpakketten geleverd moeten worden om te zorgen dat die overlast gedereguleerd wordt, dan vindt mijn partij en mijn fractie dat een eerste stap moet zijn om te kijken welk effect dat heeft. En u heeft dat zelf gezegd. U heeft zelf gezegd, we moeten zien wat het effect is van die maatregelen die we treffen. We moeten die straatwerken de kans geven om daar specifiek op in te zoomen. We moeten de punten kans geven om een goed huismeesterschap te geven en daar afrekening voor te geven en te zorgen dat het in het punt zelf rustig blijft. Er zijn verschillende maatregelen nodig. Maar wat meneer Veldmeijer met deze motie beoogt, is keiharde repressie. En ik heb goed gekeken de afgelopen jaren wat het effect kan zijn van keiharde repressie. Nou, u weet dat als je ergens heel hard op drukt, dat er ook andere krachten en machten weer in de samenleving teweeg brengt. En dat is wat wij zeker niet willen. De ChristenUnie gaat ervoor dat wij op een fatsoenlijke en ordentelijke wijze vanuit de verantwoordelijkheid die het college heeft en de politie het overlastgeweld kunnen beteugelen. En als we dat op een fatsoenlijke manier doen en in gesprek gaan, dan zijn die keiharde maatregelen zoals de PVV nu voorstelt niet nodig en is naar onze overtuiging deze motie ook overbodig. Wij hebben vertrouwen in de inzet die het college nu pleegt en zullen haar daar op dit moment zeer zeker in steunen. En bij een vervolg willen we graag meten wat de effecten van is. Dat is voor ons op dit moment voldoende en daarmee sluiten wij wat ons betreft op de inbreng. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Misschien zijn er verschillende brieven van de dorpsraad in omloop of de overlast al jaren duurt. Ik heb het niet kunnen lezen in de brief. Ze hebben een signaal afgegeven dat de mensen zich het niet meer durven. En dat is natuurlijk wel een probleem. En ik was dus ook blij dat aan het begin van de vergadering de wethouder bij monden van de heer Paters duidelijkheid gaf over de aanpak. En dat vindt mijn fractie dus ook de motie van de PVV voorbarig nu op dit moment. We hebben het daar duidelijk over gehad. Daar is stelling genomen door het college en dat is op dit moment voldoende. Ga gewoon aan het werk, zodat de overlast beperkt blijft. En ook in gesprek met de dorpsraad. En ik denk dat voor de hele raad hier geldt, dat dit gedoe waar de dorpsraad hierover heeft, geldt voor iedereen hier. Dat is geen politieke kwestie. Het is straks ook niet zo van de PVV dient deze motie in, dus die gaat voor de keiharde aanpak. Want keiharde aanpak wordt wel gesuggereerd, maar er wordt geen aanpak omschreven. Daar is geen inhoud. Dus wat mij betreft, wat SGP betreft, het college gaat aan het werk. Ze is aan het werk gegaan, waarvoor mijn complimenten. En we houden ons op de hoogte. Ga ook in gesprek met de dorpsraad. En dat wachten wij af. En we hebben heel goed gehoord dat de heer Paters ook aangaf
dat de APV op orde is. Dus de gereedschapskist, de tools zijn op orde. En dat monitoren we graag. En het is een dynamisch document en we komen vast nog een keer weer te spreken over de APV. Dus de motie, vreemd, zullen wij daarom niet steunen. Het is een politieke kwestie aan het worden en wij willen met de hele raad willen wij dit soort gedoe helemaal niet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kobus. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Die brief van die dorpsraad is natuurlijk wel een signaal dat daar wat aan de hand is. En of dat nou inderdaad jeugdigen zijn of ouderen, ik kom daar zelf ook wel eens en er is inderdaad wel een vorm van overlast. Of je daar nu zo keihard op in moet gaan, dat denken wij niet. Wij zijn tevreden met de woorden van de wethouder dat hij zegt dat de APV voldoende middelen ter beschikking stelt voor de politie om hier wat aan te doen. Echter, het duurt al geruime tijd, hè? Anders volgt er niet zo'n brandbrief van de dorpsraad. Dus, maar wij hebben er vertrouwen in dat er vanaf nu daar toch wel wat aan gedaan wordt. Dus wij zullen deze motie ook niet steunen. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De woordvoerder van het SGP die zei het al. Volgens mij moeten we hier geen partijpolitiek zaak van maken. Want inderdaad, overlast, dat willen we hier met z'n allen niet in Twenterand. Ik heb begrepen dat de wethouder in het begin van deze vergadering ook al antwoord op heeft gegeven. Dat de APV toereikend is, dat de eerste maatregelen zijn genomen. Dus in die zin laten we ons ook graag informeren over hoe dat verder loopt. En ik heb er vertrouwen in ook dat dat gebeurt. En nogmaals, ik denk dat de motie, hoe de PVV dit nu oppakt, daar vraagt ze in waarvan op voorhand de uitkomst duidelijk is. Want dan wordt gevraagd om keiharde aanpak. Volgens mij moeten we nu eerst zorgen dat de zaken die nu opgepakt worden door het college met de partijen in het veld, dat we daar eerst de ruimte voor geven. En vandaar zullen wij ook deze motie niet steunen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar de wethouder. Er zijn geen vragen gesteld. Ik ga meteen naar tweede termijn. Ik kijk naar de heer Veldmeer of u in tweede termijn nog wil. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, hoewel wij een law and order partij zijn, zeg ik ook tegen mijn collega Reuske dat er inderdaad niets over een bepaalde aanpak staat vermeld. We willen alleen de omvang van het probleem duidelijk hebben en een plan van aanpak. En meer is het eigenlijk niet. Met als doel om de overlast te minimaliseren. Dat is de enige oproep die wij doen. En wij dienen hem toch in om de druk op de ketel te houden. Ik zie ook wel in dat hij geen meerderheid had, maar wij hebben ook een functie achter de schermen. Dus vandaar dat we hem toch indienen, voorzitter. U heeft hem al ingediend, dus hij blijft ingediend. Even voor alle duidelijkheid, anders denkt men ook van we krijgen nog eentje. Ik kijk even naar de raad rond of iemand nog in tweede termijn wil. Niemand. Dan ga ik over tot stemming van de motie vreemd. Stop overlast hangjongeren. Ik vraag of iemand een stemverklaring wil afgeven. Niet. Ik ga over tot stemming. Wie is voor deze motie? Dat is de Partij voor de Vrijheid, de heer Veldmeijer. Wie is tegen deze motie? Dat is Gemeentebelangen Twenterand, Partij van de Arbeid GroenLinks, de VVD, SGP, het CDA, de ChristenUnie. De motie is verworpen. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze raadsvergadering. En zal ik nog een aantal woorden zeggen voordat ik de raadsvergadering sluit. Ja, we zijn aan het eind gekomen van toch wel een periode, het eind van het jaar. En is het altijd goed om als voorzitter, ook namens de nester van de raad, laat ik het ook maar zeggen, namens de heer Smelt, om een aantal woorden tot u te spreken. Want het geeft altijd toch wel een bepaalde functie. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar, laat ik daarmee mee beginnen. Zowel persoonlijk, positief, verdriet, vreugde. Dat is ook goed om, als je het van elkaar weet, om dat als raad met elkaar te delen, om daar aandacht voor te hebben. En ik denk dat dat ook aangeeft dat je als raad van Twenterand een raad bent die er voor de Twenteranders is, die er voor de ondernemers is, maar ook voor de burgers. Dat we daar met elkaar ons best voor doen om het goede ook voor iedereen te besluiten en om daar ook naar te handelen. En uiteraard ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid, de raad, maar ook het college, maar ook alle medewerkers van alle ambtenaren van de gemeente Twenterand. We hebben in maart verkiezingen gehad. Er is een andere samenstelling van de raad gekomen en ook het college is een
andere samenstelling. En ik denk dat het goed is om ons dat van bewust te zijn, dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen. En het is ook goed om na een toch een heel druk jaar, je hebt de verkiezingen, je gaat meteen door. En je bent ja, toch 24 uur per dag ben je raadslid. Dat merk je dan ook, want ja, het stopt eigenlijk nooit. Maar ik hoop toch dat voor u al een bepaalde rustperiode komt in de komende tijd, waarvan ik me ook bewust ben, ook dan blijft u raadslid. Dan blijft u de wethouder, dan blijft u collegelid. Maar ik hoop dat u kunt genieten en ook tijd kunt nemen voor andere activiteiten dan alleen maar het lezen van al die stukken. Want ja, soms is het wel heel erg veel en dan is het goed om je tijd ook anders te besteden, aandacht te hebben voor degenen die om je heen zijn, dat je ook samen die dingen doet die ook van belang zijn voor iedereen. Ik wens u dan ook namens de Nestor een hele goede tijd toe. Heel veel rust ook, maar ook een hele fijne feestdagen. Genietend met de uwen daar waar die er zijn en waar u ook met elkaar bent. En ik hoop u ook weer te zien op de nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari van de gemeente Twenterand. In het punt, en ik denk dat het goed is om daar ook met elkaar te zijn en om daar ook andere mensen uit Twenterand te ontmoeten. Als laatste opmerking nog even wil ik u erop wijzen dat u allemaal postvakjes hier heeft. Ik zou u willen adviseren, kijk erin. Ik sluit hierbij deze vergadering.